Dennis Honing die zei iets moois. Hij zei... Nee, verboden naam? Nee, geen Dennis Honing. Sorry. Ga je. Ik ben heel ruim met mijn podcast. Echt waar. Je kunt veel zeggen. Ik heb er veel kritiek op. No way. You heard me. Volgende. Oké. Once you change your philosophy, you change your thought pattern. Once you change your thought pattern, you change your attitude. Once you change your attitude, it changes your behavior pattern. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Broeders en zusters, we zijn er weer. Dien en Dunya podcast. Volgens mij nummer 15. Wat gaat het hard. We zijn dit jaar begonnen. En we hebben weer een hele bijzondere gast. Een gast vroeg van, ja, Mabila, hoe ga je me voorstellen? Ik zeg, hey, die inleiding is een geheim. Er moet toch wel iets geheim zijn, of niet? Deze broeder is een hele speciale broeder. Maar onze begin, onze relatie was een beetje stroef gegaan. En toen die relatie stroef begon, dacht ik van nee man, nee, even niet. Een paar jaar later, we hebben mutual friends gecreëerd. En deze broeder, mashallah, ik heb echt respect voor hem. Hij heeft iets gedaan wat ik niet eens kan doen. Hij heeft gezegd van nee, luister man, ik moet even met de broeder praten man. Dit kan niet zo verder. Iets wat ik niet kan, hè. En hij is bijna 2 keer jonger dan mij, mashallah. Hij zei van, we moeten gewoon praten van, hé, we kunnen er ook over praten. En toen dacht ik van, hé, hij is een broeder. Hij is iemand van de gemeenschap. Tuurlijk moeten we over dingen kunnen praten. En je bent pas een man als je zegt van, oké, dat ging verkeerd en dat ging minder goed. En so be it. Dat is een man in mijn optiek. Snap je wat ik bedoel? Dus ik zit hierover misschien iemand die veel jonger dan mij is, maar ik zit wel tegenover een man. En daarna zijn we weer aan de praat geraakt, hebben bepaalde dingen besproken, dit en dat. En nu zijn wij hier. En we hebben daarvoor ook een paar keer met elkaar geconverseerd. Samen ook in Rotterdam gegeten. Broeder Alihan is hier ook aanwezig. Ik weet niet of ik zijn naam mocht zeggen, maar dat zeg ik nu gewoon hierbij. Dat mag, gelukkig. Alhamdulillah. Dus we hoeven geen nieuwe take te doen. Maar we hebben nooit een nieuwe take. Ik heb het hier over onze broeder Mustafa Said. Hij is bewogen, hij wil zorgen voor de umma, hij wil zijn standpunten kenbaar laten maken. En ik wil vandaag inhoudelijk ook ingaan op zijn levensloop en zijn constatering over wat het is om, wat een moslim betekent, wat het is om een moslim te zijn. En ook misschien dat hij misschien toch in een andere vaarwater in zijn tijd terechtkomt, waar misschien heel veel jongeren zich mee kunnen identificeren. Maar hoe hij toch daarboven is gekomen om ervoor te zorgen van nee, ik ben een moslim, hier sta ik voor en hier ga ik voor. We gaan ook een stukje hebben over atheïsme, inshallah. Van oké, waar zitten de jongeren mee? Welke vraagstukken beweegt hen? En misschien ook over heel veel andere dingen, maar dat kunnen we nu nog niet prijsgeven. Dus stay tuned. Broeder Mustafa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je hebt wel de langste inleiding gekregen, hè? Alhamdulillah, barakallahu fik. Ik zie het als een eer. Alhamdulillah, het is een eer dat je hier bent. Let's kick it off, man. We hebben gesproken over heel veel punten en voor jou was het heel erg belangrijk om uitleg te geven waar ik ook mee eens ben. Yes. Van oké, je bent geboren als een moslim. Hoe was dat proces? Ja, ik werd geboren. Ja. Ik was moslim en... Dat is het proces. Ja, dat is het proces. Hij is scherp, hè? Dus ik was rond mijn 9e begon ik me eigenlijk te verdiepen in een beetje politiek. Job Cohen, dit, dat. En ik vond het tof dat iemand topnam voor de moslims. Maar ik zocht naar een wat meer islamitisch geluid. Wat gebeurt er? Ik zag wat gasten op YouTube die islamitische politiek uitlegden op een bepaalde manier. Waarvan ik dacht, oké, het is wel een beetje radicaal, maar het is islamitisch, het verdedigt mij. Laat ik me even verdiepen. Dus ik ging mij verdiepen in islam en ik begon meer te identificeren met islam. 9-jarige leeftijd? Ja, groep 5. Ja, ja, groep 5 al? Oh, ja, ja. Wacht even, we gotta stop this. Groep 5. Ja, ik zat in groep 5. In groep 5 was ik volgens mij bezig met knikkeren. Maar hoe kom je op 9-jarige leeftijd, ga je over Job Cohen, ga je lezen? Wat is er gebeurd, man? Hoe was jouw household, man? de film Fitna in 2008 had iets met mij gedaan. Want ik denk dat het de fitra was, maar ik hield heel erg van de profeet. Dat is ook zo in mijn opvoeding. En dat iemand hem beledigde, deed mij heel veel pijn. Ja. En wat ik deed was, ik ging altijd opzoeken op YouTube, Wilders, fitna. Okay. Ik kon toen net spellen. En ik zocht het een en ander op. En toen zag ik dat Job Cohen het bijvoorbeeld tegen hem opnam, of een Femke Halsema. En ik begon fan te worden. Maar ik dacht, hey, wanneer het op bepaalde andere punten aankomt, dan hebben ze niet mijn rug. Want uiteindelijk willen ze toch wel dat ik een beetje word zoals dat zij zijn. Hè? Dat integreren, assimileren. Ja, precies. Dat was, dus op mijn 9-jarige kwam ik met het assimilatie. Nee.
Wat er gebeurde was, ik zocht naar islamitische alternatieven. Ik begon me te identificeren met islam. Dus ging ik dat ook vaker naar buiten brengen. Van jongens, ik ben moslim. Islam houdt dit en dat in. Maar toen kwam er een punt. Toen was ik rond 13, 12, 1 VWO. Hmm. Wacht eens even, waarom ben ik eigenlijk moslim? Kom een keer een oom van me langs uit Engeland. En hij zei, Zakir Naik, moet je kijken. Is een hele, hele interessante spreker. Zag ik hem daar staan. Brazil is a very good question. We kennen standaard Zakir Naik. Dus ik ging toen een basis zoeken voor mijn geloof. Want dan kan ik het ook uitleggen. Dat kan ik dan ook presenteren. Van, hey, wacht eens even. Ik ga ze niet alleen uitleggen wat islam inhoudt. Maar ook waarom ze islam moeten accepteren. Dus wat deed Zakir Naik? Zijn argument voor het bestaan van God. Want daar begon ik mee. Tegen christenen, interreligieus dialoog vind ik hem top. Maar wanneer het aankomt op het bestaan van Allah, op het bestaan van God, dan gaat hij opeens, wetenschappelijke mirakelen aanhalen in de Koran. Dat is mijn basis van geloof, wetenschappelijke mirakelen. Surah Anbiya, ayah 30, oerknal. Surah Furqan, ayah 61, maan gereflecteerd. Maar wat deed ik toen? Ik ging steeds meer in conversatie. En ik was 13 en ik had toen net een Facebook-account. Er was een bepaalde Facebookgroep, heette Islam en Wetenschap. Ik kwam in gesprek met atheïsten. En toen ik dat ging toepassen, merk ik van, hey, wacht eens, maar waren gewoon 30-jarige mannen die natuurlijk wel wat meer weten dan 13-jarigen. Of meer hebben gelezen. Of meer hebben gelezen. Weten. Nee, precies, sterk. Die kwamen met betere argumenten en ik was objectief. Ik had niet iets van, nee, islam is waarheid en zij zijn fout en ik ga nu naar argumenten zoeken over waarom ze fout zijn. Mm. Dat is heel biased. Mm. Wat ik deed was, misschien hebben ze een punt. Ja. En ik was heel makkelijk beïnvloedbaar. En er zijn heel veel van die anti-islam, links van christelijke, hoe noem je dat? Orientalisten, ja. Met flutargumenten eigenlijk. Nu weet ik dat het flutargumenten zijn. Met argumenten waarom de Koran fout zit. Zakir Naik nemen ze dan. Ja. En ze leggen hem uit waarom die fout zit. Dus mijn hele basis van het geloven, dat werd op een gegeven moment helemaal onderuit geschoven. Oké, daar komen we ook zo terug. Want ja, ik heb nog wat vragen over de periode toen je jong was. En je bent nog steeds jong, daar gaat het niet om. Maar hoe kom je aan een klimaat van onderzoeken? Ik kan het bijna niet geloven dat het enkel is van dat het echt in jou zit. Wie heeft jou gestimuleerd van dat je op 9-jarige leeftijd gaat onderzoeken en lezen? Snap je? Ik was daar niet eens op mijn 18e. Ik dacht van ja, whatever, weet je. 9-11 gebeurt, ja, ik doe gewoon mijn ding. Wie? Ik heb hele scherpe klasgenoten gehad. En ik ben ze daar dus ook dankbaar voor. En ik was de enige gekleurde in mijn klas. In de basisschool. Ik kwam eigenlijk van een hele zwarte school. Iedereen was. En toen was ik er ook niet echt mee bezig. Maar toen kwam ik in een hele witte school. En toen werd ik constant bevraagd. Vragen werden gevuurd. Dus ik dacht van, oké, ik moet mezelf kunnen verdedigen. En toen, ik denk dat daar de onderzoeksdrang is ontstaan. En dat is een heel belangrijk punt. Dus als jouw omgeving bijvoorbeeld jou niet triggert om na te denken. Ja, dat is net zoals met vechten. Van, je krijgt klappen. Of je accepteert of je gaat op een vechtsport. Ja. Oké, dus jij kreeg misschien een beetje intellectuele klappen op jonge leeftijd. En toen dacht van, oké, is goed. Ik ga mijn mentale sixpack trainen. Maar dat is wel mooi om te zien van dat je niet het hebt geaccepteerd. Nee. Al die vragen en dit en dat. Dus dan ben je op onderzoek gegaan. En jouw ouders, familie, hebben daar een bepaalde rol in gespeeld? Ook om jou te stimuleren om meer te lezen? Ja, zeker. Ze liet me altijd vrij. En wanneer ik me ging verdiepen over de religie, ik ging altijd vaak sparren met mijn vader. En mijn vader die is een kundige man. Hij leerde mij een hoop. En ik kwam daar ook heel ver mee. En hij gaf me eigenlijk een beetje de tools om dan verder op te bouwen vanuit Google. Dus onderzoek en lezen. Juist, precies. Ja. En toen, bijvoorbeeld, waarom dacht je moeder een hoofddoek? En toen ging ik antwoorden op zoek en vroeg ik aan mijn vader van ja, dat is zo. En met dat soort vragen begon het. Okay. En uiteindelijk, naarmate de tijd verder ging, in de middelbare school kwam ook de vraag van wie heeft God dan gemaakt? En waarom bestaat God? Ja. En dat had mij getriggerd van oké, ik moet nu daar wat meer over gaan. Mooi, ja, duidelijk. Yes, dus ik was volgens mij bij Zakir Naik gebleven. Ja, klopt, ja. Wetenschappelijke mirakelen. Wat je ziet is dat de Mufassirin de versie niet op die manier uitleggen. Dus ook vanuit de moslimkant. Wat je zag was Hamzat Sortis. Hij werd door wetenschappers, want hij maakte eerst de fout door ook wetenschappelijke mirakelen te gebruiken als argument voor Koran. Hij werd onderuit gehaald door bepaalde wetenschappers. En dat heeft hij ook toegegeven in een hele paper. Dus toen ik zag van oké, ik heb één autoriteit wanneer het aankomt, dat is Zakir Naik, een andere die ik opgezocht heb, Hamzat Sortis. Zakir Naik, die debatteert niet echt met atheïsten. Die is gewoon vraag en antwoord. Je stelt je vraag. Ik zag dat het een goede vraag was en ik geef je een antwoord en een paar Koranversen extra.
Hamza Tsoetsis die ging echt het debat aan met kundige atheïsten. En je zag dus dat hij onderuit werd gehaald. En dat choqueerde mij, want ik was heel jong en ik denk dat ik mijn geloof toch meer baseerde op bepaalde personen. En dat is een heel belangrijk punt. Je zegt dat je het baseert op bepaalde personen. Ik denk niet dat je daar alleen in was in der tijd. Nu nog steeds niet, wordt dat eigenlijk gevolgd door personen. Ja. En dat is wel een belangrijke punt. Ik wil niet als een ankel hierover komen, maar dit is echt heel belangrijk van als jij personen gaat volgen. En als personen fouten maken, dan valt alles. Juist. En je moet kijken naar bewijsvoeringen. Wat zeggen zij? Nou, Ali Radiran heeft dat heel duidelijk aangegeven van... kijk niet naar wie het zegt, maar kijk naar wat hij zegt. Juist. Dus als iemand bijvoorbeeld heel erg islam predikt, die zondigt ook wel. Dat betekent niet op basis van een zonde per se, dat alles wat hij heeft gezegd per se fout is. Ja, precies. Maar je hoeft ook niet de persoon te verdedigen als hij fouten maakt en één goed iets zegt. Dan zegt van ja, maar hij zegt wel dat heel goed is. Juist. Dus volg hem. Dus je moet personen volgen niet op basis van een uitstraling of charisma, juist. Maar inhoud. Juist. En dat is de fout die ik maakte. Okay. Maar ook de inhoud, die werd dus onderuit gehaald. Ja. En daarmee de persoon, voor mij. Ja. En alles viel uiteen. En wat ik toen deed was, ik ging eigenlijk meer contact opzoeken met atheïsten. Van, hey jongens, jullie hebben wel wat interessants te vertellen wellicht. Wat geloven jullie? Wat denken jullie? Ja, wetenschap. Wetenschap brengt ons raket. Wetenschap is zo, maan. En ik was helemaal onder de indruk van, wow, ja, perfect, klopt. Ik ging naar school. En eigenlijk wordt alles vanuit een naturalistische blik uitgelegd. Wetenschap, empirisch. Zit je daarna wel in een les wiskunde, denk je van, ja, wat doe ik daaraan eigenlijk? Want het is eigenlijk contradictoire als je dat op die manier bekijkt op dit moment. Maar dat was een beetje mijn wereldbeeld. Wetenschap, empirisch, ik moet dingen kunnen zien en dan pas kan het bestaan of dan kan ik het verifiëren. Wat toen gebeurde was, ik kwam onder andere in aanraking, de atheïste gebeurde gehad, met de afspeellijst boodschap van islam. Met broeder Nadim Hassan, die onder andere atheïstische argumenten uitlegde. Ik kwam in contact met Sheikh Mohammed Arab. Hij is hier ook echt een meester in. Dus, hij is echt een lopende bibliotheek als het op dit soort onderwerpen aankomt. Via YouTube kwam ik William Lane Craig tegen. Hij is een christelijke filosoof die onder andere islamitische argumenten op een bepaalde manier presenteert. En het is echt zijn ding geworden. Hij heeft het echt bestudeerd. En hij slacht atheïsten er echt gewoon helemaal mee af. Maar tegelijkertijd, dus ik was aan het onderzoeken. Oké, je hebt deze theïsten, zijn best wel sterke theïsten. Maar je hebt ook Richard Dawkins. Hoe zit het daarmee? Je hebt ook een Stephen Hawking die zegt dat tijd. En hoe zit het daar dan mee? Ik ging ze vergelijken. En ik kwam uiteindelijk terecht op een bepaald argument. En dat heeft mij uiteindelijk ook weer overtuigd dat Allah, dat God zeker moet bestaan. En dat is eigenlijk het kalaam-kosmologisch argument. Zou ik hem nu meteen uitleggen? Ja, of zal ik dat zo meteen even terugkomen? Misschien zo meteen. Misschien een punt wat belangrijk is, wat ik terugzie. Hè? Is een karakter, twee karaktereigenschappen, wat ik hoop vaker bij de jongeren ook terug te zien. Eén is waar ik net ook over heb gehad. Je bent gaan onderzoeken, lezen. Dus guys, come on. Pak je boeken, lees, onderzoek, doe. Yes. In plaats van TikTok en wat hebben we tegenwoordig allemaal? Ja, en TikTok, gebruik je hersenen waar ze voor zijn. Okay, opeens gaan die abonnees helemaal... Nee. Tweede punt is, en dat zie ik heel weinig, hè, is je hebt een idee, je bent ergens van overtuigd en je bent niet bang om het op tafel te gooien. Precies. Ja, dat is ook iets wat ik ook heb nog steeds. Ik vind wel dat het een goed iets is. Maar het heeft ook een bepaalde valkuil. Juist. Dat betekent dat jij geïnteresseerd kunt raken in andere denkbeelden die misschien fout zijn. Juist. En ik ben wel een open iemand, maar ik ga niet altijd open zijn. Ik ben wel ook door bepaalde denkbeelden zwaar een keer beïnvloed geweest. Maar ik ben ook zo iemand van, ik ben ervan overtuigd en dat is mijn beslissing, that's it. Dan ervoor zorgen van dat ik zus en zo tegen mijn vader moet zijn, ja, prima. Zo denken we. En dat is wel een gevaar. Dat betekent niet, en dit is wel belangrijk, en ik denk misschien dat je daarmee eens bent, dat je wispelturig bent. Of dat je onzeker bent. Nee. Wat voor jou nu als feitelijk overkomt, je bent van overtuigd. Oké, daar ga je mee. Mm. En je gaat het ook aan de kaak stellen. En met iedereen over praten. Juist. En dus dat jij zo ver bent gegaan, zegt niets over jouw onzekerheid, maar zegt iets over jouw ontwikkeling. En à la Salman Farsi misschien zelfs. Misschien. Inshallah. Ja.
Dus het kalam kosmologisch argument. Ja. Heel simpel argument. En omdat ik ook heel erg bezig was met het wetenschappelijke, sprak het mij aan. Ja. Twee premissen. Ja. En daaruit volgt een conclusie. Ja. En het argument, even kort geschiedenis, Imam al-Ghazali had hem op deze manier geformuleerd. Ja. En William Lane Craig, dus die christelijke filosoof waar ik het over had, heeft hem eigenlijk een nieuw leven ingeblazen. Ja. Het is heel simpel. Alles wat begint met bestaan heeft een oorzaak. Het universum is begonnen met bestaan. Het universum heeft een oorzaak. Oké, zijn we nog niet bij Allah of bij God gekomen. Eerste premisse, die ga je bewijzen. Alles wat begint met bestaan heeft een oorzaak. Nou, waarom? Iets kan niet uit niets komen. Want als niets iets veroorzaakt, dan heeft het potentie om iets te doen en dan is weer iets. Dus dan hebben we het toch weer over iets wat iets heeft veroorzaakt. Het is een algemene stelregel, ex nihilo nihil fit. Niets kan niet iets veroorzaken. Of het is veroorzaakt, of het heeft zichzelf veroorzaakt. Ja. Maar als het zichzelf heeft veroorzaakt, dan bestond het, terwijl het niet bestond. En je kan niet iets bevestigen en ontkennen tegelijkertijd. Ja. Dus die twee vallen weg. Dus het is met andere woorden, door iets. Iets heeft het veroorzaakt. Ja. Dus wanneer iets begint met bestaan, heeft het een oorzaak. Want het kan niet uit niets komen, het kan niet zichzelf hebben veroorzaakt. Ja. Dus het is iets anders, iets externs. Het volgende, het universum heeft een begin. Kan je zowel wetenschappelijke kaart trekken, maar ook een verstandelijke. Dus je hebt bijvoorbeeld de Big Bang, die aantoont. Allemaal modellen dat het universum is zich aan het uitbreiden en dat impliceert dus een begin. Maar ook het verstandelijke dat je niet oneindig veel momenten terug kan gaan in de tijd, anders zou dit moment niet bestaan. Het is een beetje dat oneindige regressie in oorzaak-gevolg is onmogelijk. Ja. Dus als ik een euro wil lenen bij mijn buurman en hij stuurt me door naar zijn buurman, dan oneindig door, dan kom ik nooit aan die euro. Ja. Maar we zien wel dat het universum bestaat, of dat wij hier nu zitten. Ja. Met andere woorden, er is een beginpunt geweest. Ja. Want je kan niet miljoenen, oneindig veel secondes terug zijn gegaan. Heel veel filosofisch gepraat. Wat mij natuurlijk toen had overtuigd. Je kan er echt heel diep op ingaan. Ik probeer het nu een paar in een kort. Hij heeft het gezegd, niet ik. Hè? wat mij voornamelijk overtuigde was onder andere de tweede wet van thermodynamica. Dat als het universum oneindig bestond, zouden we nu in een uitgedoofd heelal leven. Omdat alle bruikbare energie onbruikbaar wordt. Ja. Dus het gaat. Goed. Punt. Ja. Universum heeft een oorzaak. Kan je niet omheen. Oorzaak van het universum. Nou, wat is universum? Universum is alle tijd, ruimte en materie. Het oorzaak van het universum is dus los van tijd, los van ruimte, los van materie. Anders heeft het zichzelf weer veroorzaakt en we hebben net aangetoond dat het niet kan. Iets wat buitenruimtelijk, buitentijdelijk en immaterieel is. Of buitenruimtelijk is misschien problematisch, buitenruimte. Ja, buiten impliciet. Je hebt de discussie over kun je Allah wijzen of niet waar die is. Maar weet je, ik ben van mening, Allah is vrij van tijd, ruimte of whatever. Want anders beperk je degene. En de beperking betekent weer dat er een schepper nodig is. So, and on we go. Juist. En hoe dit argument eigenlijk verder ging was los van ruimte, los van tijd, los van materie. Iets wat los van tijd, los van materie en los van ruimte is, kan of een lichaamsloze geest zijn of een abstract object. Dus toen ging ik kijken, ik ging gewoon de filosoof. Die filosoof, William Lane Craig, die zei dus heel mooi, abstracte objecten, zoals getallen, het getal 5. Er zijn filosofen die geloven dat het getal 5 ergens rondzweeft. En abstracte objecten zijn causaal inert. Wat betekent dat? Die kunnen niet iets veroorzaken. Dus het getal 5 kan geen koelkast maken. Het bestaat. Ja. Als het dan bestaat. Ja. Maar het universum is wel veroorzaakt. Dus dan kan het geen abstract object zijn, maar moet het dus een lichaamsloos geest zijn, een bewustzijn. Er is dus een bewustzijn geweest die buiten ruimte, buiten tijd en buiten ruimte, ik moet het niet meer zeggen, los van ruimte, los van tijd en los van materie staat, die alles heeft veroorzaakt. Ja, kijk, we kunnen het gewoon veilig zeggen door de eigenschappen van materie, dus het universum, als materie zijnde. En alles wat daarin zit is dan ook dan beperkt automatisch natuurlijk. Ja. Dus de karakteren, de punten, de onderscheid van materie, kan niet. Dus het kan niet zo zijn dat de schepper, of degene die het heeft gemaakt, dat hij ook dezelfde eigenschappen heeft, want anders is hij onderdeel van de schepping. Dat betekent dat er iets anders moet zijn die de schepper tussen haakjes heeft veroorzaakt. En dan hebben we het eigenlijk weer over die schepper. Ja. Toen kwam natuurlijk de vraag, volgens mij heb ik hem afgemaakt, het argument, Talian, heb ik hem afgemaakt? ik weet niet. buitenruimte, Allah. Los van ruimte, tijd, materie, bewustzijn, dat kan je God noemen. Ja. Dat kan je God noemen. Zo was ik op een God gestuurd. Maar als je iets wil creëren, als je iets veroorzaakt. Stel ik wil dit glas maken. Ja.
ik moet ten eerste weten hoe ik dat moet maken, dus ik heb kennis nodig. Vervolgens heb ik daar de kracht van nodig. Als ik niet genoeg kracht heb om het te maken, dan lukt het niet. Dus ik heb macht nodig, zijn er eerst een eigenschap. Ik moet leven, ik kan niet dood zijn en het maken. En ik moet het willen, want als ik het niet wil, dan doe ik het niet. Nu wil ik het niet. Ja. Dus toen, op die manier kan je gewoon heel logisch of verstandelijk tot die eigenschappen komen. En dan kom je eigenlijk een beetje terecht bij de islamitische god. Maar nu, wie heeft die veroorzaakt? Islamitisch god? Voordat ik weer vraag, ik moet... Ja, nee, god. Laat het gewoon... Islamitisch god. Je weet toch, ik zie het al voor me. Hey Bilal, je hebt niks gezegd, man, daarover. Hij is gewoon islamitisch god, man. Nee, wat je eigenlijk bedoelt te zeggen is gewoon... Rabbul Alamin, heer der wereld. Juist. Ja. Een ander bekend bezwaar of vraag die dan in je opkomt is... maar wie heeft die schepper dan geschapen? Dan komen we weer terug op dat concept van oneindige regressie. Dus laten we zeggen dat dit het universum is. Het universum heeft een oorzaak. We hadden net over die oorzaak. Laten we zeggen dat die ook een oorzaak heeft. Dus het heeft een begin en ook een oorzaak. Die heeft ook weer 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 een oorzaak. Oneindig door. Zou dit universum dan ooit kunnen bestaan? Ja, precies. Nee, dus net zoals hij, even een ander voorbeeld dan die euro. Ik wil iemand die neerschieten, maar ik vraag u eerst om toestemming. En u zegt, wacht, ik ga eerst even aan iemand anders toestemming vragen. En die gaat, oké, toestemming. Maar ik heb hem neergeschoten en ik vertel dit verhaal. Kan het zo zijn dat ik oneindig door ben gegaan in dat doorvragen? Nee, er moet een stoppunt zijn geweest. En over die stoppunt hebben we het. Dus laten we zeggen, het universum heeft een oorzaak. Kan niet oneindig doorgaan, het moet op een bepaald punt stoppen. En daar doelen we het dan op. Dat is dan de ultieme veroorzaker. En die heeft dan bepaalde eigenschappen en kan niet een begin hebben. Waarom is het geen begin? Omdat dan weer een oorzaak heeft en dan hebben we weer over die. Ja. Als die een begin heeft, ja, dan hebben we het weer over die ander. Die... Dus het punt is duidelijk. Oneindige regressie in causaliteit, onmogelijk. En je stuit gewoon op iets. Het is wat ik zei, een bewustzijn, los van ruimte, tijd en materie. Die kracht, macht heeft, wil heeft, ja... Je moet altijd een al zeggen, hè? Is almachtig. Ja. Nee, klopt. En dat vereist weer andere redenaties waar ik nu niet op inga, want dat is best wel lastig. Want dan moet ik ook weer het contingentieargument even uit mijn broekzak halen en hoppakee. Ja. Dat is moeilijk. Ja. Je hebt het over je levensloop, dat je daardoor ook precies, tot de conclusie bent gekomen. Want dat was dit argument. Dus de almachtige, de alhorende, alziende. Juist. Ja. Maar toen ging ik ook naar refutations zoeken van, wat zeggen de atheïsten hierover? En ik was natuurlijk nog steeds wetenschap. Maar atheïsten hebben helemaal geen sterk tegenargument hierop. Het is allemaal heel zwak. En het overtuigde mij gelukkig niet. Het andere waar ik overheen kwam was wetenschap. Dus ik zeg wel steeds wetenschap. Maar weet ik wel wat ik zeg? Of zeg ik dat omdat anderen dat hebben gezegd en dat het gewoon cool klinkt? Past gewoon bij het thema, weet je? Bij het trend. Bij de tijd. Wat je ziet is, dus ik wilde alles wetenschappelijk benaderen. Ik wilde, wanneer iemand had het over bewijs, alles moet wetenschappelijk worden bewezen. God moet wetenschappelijk worden bewezen. Wanneer je zegt dat alles wetenschappelijk moet worden bewezen, dan moet je eerst met een bewijs komen voor je stelling. Ik kom met de stelling, hey Bilal, alles moet wetenschappelijk worden bewezen. Maar wat is het bewijs dat alles wetenschappelijk moet worden bewezen? En is dat bewijs ook een wetenschappelijk bewijs? Maar wetenschap klinkt wel geloof. Je moet weten, snap je? Ja, precies. Dat is altijd bij mij het geval. Oké, wetenschap, wel powerful. Het klinkt al powerful. Ja, precies. Maar die lading die het heeft. Juist, ja. Ook nog steeds, hoor. Nog steeds, zeker. Ja. Alleen het zeggen daarvan, wanneer ik dat zeg, dan snijd ik mezelf meteen in de vingers. Ja. Want de claim die ik maak, is niet wetenschappelijk te bewijzen. Alsof ik zeg... er bestaan geen Nederlandse zinnen met meer dan 3 woorden. Ja. Het is al een zin met meer dan 3 woorden. Ik spreek mezelf tegen. Like it. Ja. Dus als ik zeg, alles moet wetenschappelijk worden bewezen... en u vraagt mij, bewijs dat eens? Ja. Dan kom ik vaak met... Dan moet ik hier iets mee doen. Moet hier iets gebeuren. Ja, maar dat is een beetje een communistische houding. Van ja, materie is er. En that's it. We moeten vanaf daar beginnen te denken. Ja, maar hoe is materie? Nee. Dat gaan we vragen. Ja, precies. Ja, en wat je verder ziet, is dat wetenschap... Als je gewoon de wetenschapsfilosofie, want ik ging ook filosofie een beetje inlezen. Wetenschap is niet gekomen om per se waarheid te zoeken of om ons zekerheid te geven. Want wetenschap kan ons onmogelijk zekerheid geven. Misschien een paar interessante dingen waar ik nu op in kan gaan. Ten eerste, het verschil tussen observatie en wetenschap. Als ik vaak zeg, wetenschap kan geen zekerheid geven. Ja, maar de aarde is toch rond? Dat zien we toch? Dat is wetenschappelijk bewezen. Nee, het is een observatie. Wetenschap is dat je met een bepaald model komt... En dan heb ik het niet over Duitse Kroes, maar gewoon echt een wetenschappelijk model.
waarmee jij probeert... Het is maar één teken, hè? Dus, waarmee je iets probeert te beschrijven. Ja. Dus ik zie sterren. Ja. Dat is een observatie, sterren bestaan. Ja. Dat is nog geen wetenschappelijke theorie. Vervolgens ga ik met bepaalde ideeën hypotheses komen over de motie van sterren. Maar dat kan of leiden tot echt wetenschap of tot pseudowetenschap. Dus dat kan leiden tot bijvoorbeeld astrologie, maar ook astronomie. Ja. En dat biedt geen zekerheid. Ten eerste, je hebt ook het probleem van inductie. Daar bent u volgens mij wel bekend mee. Wetenschap is gebaseerd op observaties die je maakt. Maar het probleem is, ik kan niet in de toekomst kijken en ik weet niet of ik alles heb gezien. Inductie wordt heel simpel uitgelegd. Stel ik zie een Pakistaanse broeder, hij heeft zwart haar. Ik zie nog een Pakistaanse broeder, zwart haar. Nog een Pakistaanse broeder, zwart haar. Maar staat dat hier allemaal? Dan trek ik de conclusie, op basis van inductie, alle Pakistaanse broeders hebben zwart haar. Dan kom ik een keer iemand tegen, hij heeft blond haar. En hij zegt, ik ben Pakistaans. Dan zeg ik, nee. Wacht eens even. Maar ik had een conclusie getrokken. Ja. Dat is dus het probleem van inductie, dat je niet alles hebt gezien. Ik heb niet alle Pakistanen gezien. Misschien zijn er blonde Pakistanen. Dus mijn stelling, die algemene regel. Ik ga van een particulier gegeven naar een algemene stelregel. Die hoeft niet te kloppen. Ja. Dus onzekerheid zit erin. Hetzelfde met wetenschap. Je maakt observaties, maar je kan nooit in de toekomst kijken. Ja. Dus je weet niet wat er nog voor gaat komen. Dat is het andere probleem. Het is eigenlijk dat. Het is zelfinleggend. Het komt met werkende modellen. Dat iets werkt. Dus dat wij naar de maan gaan met raketten. Betekent niet dat het waar hoeft te zijn. Waarom? Je hebt bijvoorbeeld een theorie, een wetenschappelijke theorie. Heet de phlogiston-theorie. Hebben we stikstof mee ontdekt. Maar het is gewoon verworpen. Dus het werkte. Maar het is verworpen. Ja. Newtoniaanse fysica. We zijn naar de maan gevlogen. Maar we hebben het nu wel vervangen met relativiteitstheorie. Het was gewoon een paradigma shift. We hebben nu Einstein's theorie geaccepteerd. Dus dat iets werkt... betekent niet dat het klopt. En dat is ook iets wat vaak... Dat iets werkt in een bepaald gebied... betekent niet dat het klopt in alle gebieden. Man, of dat het waar... Precies. En dan het, gewoon een kern van wetenschap... is in feite van dat je een feit isoleert. Om daarop experimenten... om daardoor tot conclusies te komen. Een bepaald fenomeen, je ziet iets. Ja, en een schepper... ja, die kun je niet als feit isoleren... Nee. Om experimenten op uit te voeren. Dus ja, je bent in een different ballgame. Wat ik ook vandaag zei, tegen jou zei... het is net zoals... je gaat voetballen met de regels van hockey. Juist. Nou, je gaat er niet uitkomen. Sterk. Dus dat is... denk ik de wetenschap, ja, eens. Maar voor heel veel punten is het gewoon een noodzakelijkheid... om wetenschap te gebruiken. Precies. Maar niet voor bestaan van een scheppen. En dat is het verschil wat wij maken tussen... wetenschap gebruiken als instrument... of scientisme. Dus wetenschap zien echte als... religie. Het is jouw alles. Ja. Want dan ben je dus weer zelfweerleggend bezig... en gebruik je niet wetenschap voor haar doel. Klopt. Dus ik kan bijvoorbeeld wetenschappelijke modellen... gewoon accepteren. Zonder te geloven dat ze per se waar hoeven te zijn. Kan ik ook doen met de evolutietheorie. Dus misschien een beetje controversieel. Ik kan zeggen, het is een wetenschappelijk model. Het werkt. Het kan kloppen. De gegevens die je hebt, het werkt. Het hoeft niet waar te zijn. Ja. Want evolutietheorie was ook zo'n struikelpunt in het begin. Geen is wel. Dus, ja. Dus ik haalde eigenlijk dat idee van wetenschap. Alles moet wetenschappelijk benaderbaar worden. Dat ging hier weg. Mm-hmm. Het Kalam-argument stopte ik erin. Mm-hmm. En toen was ik eigenlijk weer teruggekomen, zou je kunnen zeggen, bij de religie. Alhamdulillah. Mm-hmm. En wat ik toen ging doen was, dit is niet iets wat ik alleen meemaak. Joran van Klaver zei bijvoorbeeld laat dat hij heel veel e-mails krijgt van moslimjongeren die heel veel twijfels hebben, maar daar niks over hoeven te zeggen, durven te zeggen. Ja. Ik ben toen meer gaan verdiepen. Het was niet van, ik ben er klaar mee. Nee, ik ging meer verdiepen en toen kwam ik achter meer argumenten. Ik kwam eigenlijk achter hoe absurd atheïsme is. Het is echt absurd. Weet je wat ik zeg over atheïsme? Vertel. Het is een geloof dat niets voorstelt. Tegeltje maken, inshallah. Kunnen we hem hierop aan? Nice. Je hebt de dubbele punchline? Nee. Het is, weet je, atheïsme. Wat moet ik daarover zeggen? Je hebt geen doel. Het is echt... Ik wil het ergens plaatsen, maar het lukt mij echt niet. Ik ga iets grappigs vertellen. Als je niet gelooft in het metafysische, in het spirit of in het geestelijke, is alles terug te reduceren tot materie. Ja.
Wat is het verschil? Ik heb hier een chocoladepop en ik heb hier een echte baby. Nee. Ik sla een chocoladepop doormidden, nee, volgens de baby. Ja. Vanuit een atheïstisch wereldbeeld, dat is geen verschil. Geen. Dit is een andere herschikking van materie en dat ook. Nee, maar de baby die kan pijn voelen. Dus? Nee, maar de baby heeft emoties. Ja. Maar die emoties, zijn dat ook niet gewoon neuro... ik weet niet hoe je het allemaal noemt, neurowetenschappelijke whatever. Dat is ook gewoon meer materie, een andere herschikking van materie dat anders werkt. Dat gevoel is vanuit het atheïsme... ook weer een paar signalen die naar jouw neurotransmitters en whatever, die naar jouw brein gaan. Nee. Dus één herschikking van materie, maar dat is daarmee eigenlijk hypocriet bezig. Nee. Dennis Honing die zei iets moois. Hij zei... Nee, geen Dennis Honing, sorry. Ga je. Ik ben heel ruim met mijn podcast. Echt waar, je kunt veel zeggen, ik krijg er veel kritiek op. No way, you heard me. Volgende. Oké, dan niet. Ik zei wel eens, ik had ooit gezegd, Bokito, dat was een echte atheïst. Waarom? Ja. Die maakt zich niet druk om moraliteit, gewoon natuur. Ja. Geen ethische regels, nee broer, gewoon overleven, ja. Vrouwtjes, ja. Meer niet. Ja. Dat is hoe je als atheïst zijnde, als je gelooft dat je bent geëvolueerd, ja. Moet leven. Ja. En nog een grap, als je gelooft dat jij bent geëvolueerd om te overleven... Ja. Dan is jouw verstand dus ook geprogrammeerd om jou te helpen met overleven, niet om de waarheid te zoeken. Dus ik kan overleven met een vals idee. Ja. Ik kan geloven, dennenappels zijn giftig, mag ik niet eten. Mm. Ik kan overleven met dat idee. Dus nogmaals, het is een heel probleem. Dus wanneer jij vraagt om bewijs voor God, dan steun jij al op jouw verstand. Maar het verstand, daar kan je pas op steunen als je gelooft in God. Dus om God te bekritiseren, steun jij op concepten die je enkel kunt... accepteren wanneer je in God gelooft. Mm-hmm. En daar is een heel mooi boek over van Frank Turk. Heet Stealing from God. Hoe atheïsten eigenlijk theïstische principes nemen om hun eigen wereldbeeld te versterken. Okay. Heel interessant. Over gehoord, maar ik ben benieuwd. Ik kan u een pdf sturen. Ja, ik heb gehoord dat u daarvan houdt. Nee, pdf? Ja. Oh nee, ik heb van je gehoord. Volgens mij net toch? Nee, ik had een pdf. Oké. U bent geen lief. Oké. En thuis worden ze daar helemaal gek van. Maar ik heb liever gewoon echt vast boek. Ik ook. Ja. Waar was okay, dus ja. Frank Turk, okay. The Stealing from God. Yes, inderdaad. Echt een interessante titel zelfs. Ja, precies. De christenen doen echt ook... de christelijke filosoof vind ik ook best wel sterk... wanneer het gaat om de strijd tegen atheïsme. Ja. Want het is best wel een belangrijke strijd. We hebben elkaar als theïsten eigenlijk ook nodig. Want wat je ziet is bijvoorbeeld dat 48% van Nederlanders... zich atheïst of agnost of niet religieus ziet. 48%. Hebben we elkaar nodig? In de strijd, gezamenlijke strijd tegen atheïsme... Ja. Het idee dat God bestaat redelijk is... en eigenlijk de basispositie is... geloof ik dat we elkaar heel sterk, heel erg kunnen versterken. Ja, maar kijk, dat is zeker wel het geval... als je het gewoon heel abstract bekijkt... maar we hebben ook een wezenlijk verschil. Dan heb ik niet alleen over wie in wie profeet gelooft. Dus klopt. Ik denk wel goed dat, nee, klopt. Dat klopt, maar ook dat we onze energie juist in moeten steken in de dien. En niet iets wat, dat kan wel een interessante strijd zijn. Want dan maak je enkele strijd als doel zijnde van, we moeten ervoor zorgen dat de schepper bestaat. Mm. We got a bigger mission than that, though. Snap je? Nee, sterk. Ja. Waarom niet? Ja. Ik weet niet waar ik was in mijn verhaal. Je was eigenlijk in je ontwikkeling... je bent een soort van teruggekomen naar dien... op basis van bewijsvoeringen. Juist. En ik wil niet eigenlijk zeggen teruggekomen naar dien. Ik wil gewoon eigenlijk... het klinkt voor mij meer als een onderzoek... waarin een hele sterke hobbel is ontstaan. Ja. En daarna ben je weer verder gegaan. Maar ja, dat is a part of the game. En dat vind ik wel heel interessant. Van je gooit dingen wel op tafel. Je gaat onderzoeken. En dan zullen zulke dingen gebeuren. Ja, vraag dus net zoals een buitenspeler. Je gaat een buitenspeler niet verwachten om telkens een balletje breed te geven. Nee. Buitenspeler gaat actie maken. Juist. Maar hij kan ook getrapt worden. Hij kan ook een bal verliezen. Juist. Sterk. Dus, heel sterk. Mashallah. Juist. Ja. Heel mooi. Ja. Je bent op basis van de argumentatie ben je overtuigd. Yes. En je had ook aangegeven dat je ook ziet dat jongeren struggelen. Juist. Kun je misschien concrete voorbeelden geven waar ze over struggelen? En misschien kunnen we later ingaan op argumentatie over waardoor jij je overtuigt van een bestaande schepper. Ja, tuurlijk. Daar die gesprek kunnen we ook voeren. Maar gewoon, wat zijn nu concrete voornamelijk de evolutietheorie die jij ziet? Ja, de evolutietheorie is toch wel iets waar ze heel erg overheen struikelen. Want Adam en Eva en evolutietheorie en
is een lastige kwestie. En daarin komt ook weer de wetenschapsfilosofie een rol. Waar struikelen ze precies over de evolutietheorie? Stamde mens, deelde mens een gemeenschappelijke voorouder met de aap? Ja. Hebben we een gemeenschappelijke voorouder? Of gewoon Adam en Eva? Okay. En spreken die elkaar tegen of niet? En het idee is dan vaak dat ze elkaar tegenspreken. Dan zegt de wetenschap zegt A en de Koran zegt B. Maar de wetenschap is best wel sterk en wordt door iedereen gedragen. En dat krijg ik door mijn, dat leer ik op school. En de Koran zegt wel B. En dan de overtuiging van, is het nou gewoon een dogmatisch boekje dat ooit is geschreven? Stagvullen. Of moet ik gaan steunen op wetenschap en wetenschappers en die mooie mannen met witte pakken in een laboratorium die van alles... Dat is wel oppervlakkig van de jongeren dan. Hè? Kijk, tuurlijk. Je moet niet meteen wanneer je een stelling hoort, dat meteen al door gaan trekken. Maar je moet de vragen die je stelt, moet je eerst even kijken van, zijn de vragen die ik stel wel terecht? Dus als jij bijvoorbeeld zegt van, joh, evolutietheorie, klopt dat of klopt dat niet? Want de Koran zegt dit en ik zie conditie, stammen we af van de aap of van Adam en Eva? Ja. Waarom is die vraag, om eerlijk te zijn, zo belangrijk eerst? Ik denk dat we juist een stukje daarvoor moeten gaan. Dus ik ga niet mee met de meute daarin. Van oké, nu moet ik antwoord hebben of het nou aap is voor Adam en Eva. Mm-hmm. Met alle respect, ik geloof in Adam en Eva, maar ik geloof dat de apen bestaan daar niet van. Maar dat is voor mij irrelevant. Ik denk, dus daarom is het onderzoek moet eerst zijn van, evolutietheorie, dat betekent dat materie is ineens ontstaan. Dus we gaan toch terug naar de kern. Wil jij de jongeren echt voor zorgen dat zij dat de twijfels weggaan, vind ik wel dat ze jouw mentaliteit daarin nodig hebben om te zeggen van oké, dit is een stelling, maar ik ga die stelling onderzoeken. Klopt dit wel, klopt het niet? Maar die onderzoekstijl moet wel correct zijn. Juist. En de correcte onderzoekstijl is van oké, is goed. Bestaat er wel of geen schepper? Oké, nou, jij bent overtuigd geweest op basis van de methodiek welke je hebt aangegeven. Al verschillen wij daar niet al te veel in. We hebben daar natuurlijk een pre-gesprek over gehad. Maar het verstandelijk denken om tot bepaalde conclusies te komen is gewoon krachtig. Krachtigst. Ja, zeker. Okay? In de zin van, we hebben nu materie. Dus als wij zien dat er bepaalde beperktheden zijn overal. Elke materie heeft beperktheid, beperkt in volume, beïnvloedbaar, veranderlijk. Dat betekent dat de kenmerken dan niet aanwezig zijn bij de schepper zelf. Ja. Oké. Dus als de schepper, degene die het geschapen, dan hebben we nu enkel schepper. Ja. Dus als wij nu weten, op basis van uitleg wat jij hebt gegeven, wat ik heb aangegeven, dat elke persoon verstandelijk bij machten is om te kunnen concluderen dat iemand dat er een wajibul wujud is. Ja. Dus zijn bestaan is noodzakelijk om materie te kunnen verklaren, het ontstaan van materie te kunnen verklaren. Mm-hmm. Dan hebben wij nu common ground ook met de jeugd. Oké. Als het gaat om de evolutietheorie, voor zover ik weet, bij uitstek is het feit dat de veroorzaker er gewoon niet is. Oké, dus toeval. Toeval. Oké, dat betekent als we spreken over toeval, dat er een Big Bang theorie is, dat er een knal is. Dat betekent dat wij geen vraag gaan stellen over hoe die knal, door wie of wat het is ontstaan. Maar de knal is gewoon ontstaan. Dat is gewoon accepteren. Ja. Dat is net zoals bijna dat iemand tegen je zegt van, jij bent moslim, klaar. Je gaat geen vraag meer stellen. Klaar. Nee, bidden. Oké, dus de why question van, hoe is die knal ontstaan, dit en dat, moet je eerder al denken van, om iets te realiseren heb je wel iets nodig. Dus wie is de trigger? Wie heeft die trigger overgehaald? De doorvraag inderdaad. Snap je? Dus je gaat niet mee met de meute van, evolutietheorie bestaat, klinkt goed, dit en dat. Ja, klopt. Oké, dus als jij waarnemingen moet gaan doen in evolutietheorie, die kun je niet doen, want evolutietheoristen zijn ook van de waarneming. Klopt. Toch? Er was in 2016 een paper uitgebracht van Cambridge University, 99,99% van alle levende organismen die er waren, kunnen we niet zien. Dus evolutietheorie is best wel giswerk. Ja. Gaat u hoor? Ja, klopt. Dus ik denk dat het goed is dat de jongeren zich meer gaan evolueren in het dien. In plaats van dat ze zich bezighouden met evolutietheorie waar ze geen vragen over gaan stellen. Kijk, evolutietheorie kun je doornemen. Je kunt vragen. Als evolutietheorie erop uitkomt dat, alles wat geschapen is, geen schepper heeft. Prima. Maar je gaat wel verstandelijk moeten nadenken van hoe die knal is ontstaan, waardoor
alles op deze manier is geordend. De natuurlijke perfectie en de glans die het heeft. Nee. En natuurlijk moet het niet gevoelsmatig zo zijn dat we de pracht van de wereld zien en meteen een schep geloven. Maar gewoon dat je gewoon materie en jezelf bestudeert, hoe afhankelijk je bent. En dat betekent dat er gewoon daarvoor gewoon een creator nodig is. Ja, want je kunt jezelf niet schapen. Je bent niet de schepper zelf. Je hebt niet de almachtigheid. En je bent niet alhorend en alzien. Dus er is iets nodig. Er is iets nodig om dit te kunnen verklaren. Automatisch. Anders krijg je gewoon een error in je hoofd. Dus wanneer jij met bewijsvoeringen, door observatie van universum, het leven, als je dat goed gaat observeren, wat de kenmerken daarvan zijn, dan kom je er gewoon achter dat er een veroorzaker is. Juist. De wajibul wujud. Wanneer je komt bij de wajibul wujud, dan heb je één deel heb jij afgerond. En dat is dat de schepper bestaat. Juist. Oké. Dan ben ik tot met een atheïst ben ik een keer zo ver ook gekomen. Hey. Maar hij wilde daarna niet meer met mij praten. Hmm. Wat we vaak vergeten is dat mensen geen dawa-robot zijn. Het is niet dat wij een input, dit is een argument, oké, hier input en dan output schade. Zo werkt het niet helaas. Nee. Maar dat is een mooi punt van bijvoorbeeld wanneer je de evolutietheorie ontkracht en dan is het centrale vraag niet van wat de evolutietheoristen daarna al hebben gezegd aan hoofdstukken. Centrale vraag is, oké, laten wij twijfel trekken of er bestaat een schepper of niet. Ja. Dat is de cruciale vraag. Alles wat daarna komt is niet echt interessant vanuit de evolutietheoristen. Eerst de wortel en dan de takken in de kom. Want als jouw stelling al niet klopt, waarom moet ik verder gaan kijken? Ik ben daar ook niet van. Dus nu wanneer we de centrale punten hebben behandeld en de schepper bestaat, de grootste uitdaging ligt hem in het volgende. Oké, wat heeft de schepper nu te zeggen? Dus we kunnen niet zeggen, het staat ook in de Koran van oké, ik geloof en that's that. Mm-hmm. Nee, we hebben nu missie, maar daar komen we zo meteen misschien op terug. Dus zij zitten met de Big Bang theorie. Ja. Maar weet je waardoor de evolutietheorie en de Big Bang theorie ook wordt gevoed? Dat wij hier ook als jongeren bedwelmd zijn door een westerse manier van leven. Ja, waardoor je niet meer gaat nadenken over de cruciale vragen. Over verantwoording en verantwoordelijkheid dragen. En het probleem ligt ook een beetje bij onszelf. Wanneer ik naar een madrassa ga, ik leer hoe ik wudu moet verrichten. Ik leer hoe ik moet bidden. Waarom bid ik? Omdat Allah het verdient om aanbeden te worden. Ja. Maar waarom verdient Allah om aanbeden te worden? Dat leer ik niet bij de madrassa. Waarom geloof ik überhaupt in Allah? Ja. Kijk, als ze dat implementeren in onze madrassa's, ja, dan mag je echt klappen in je handen voor de volgende generatie. Maar dat is het fundament. Want als jij gaat beginnen met het gebed of met fiqh regels zonder het fundament, dan gaat het vallen. Dan gaat het 100% vallen. En dat zie ik ook bij de jongeren terug die verplicht de Koran uit hun hoofd moesten leren. En nu gewoon haram dingen doen. Precies, want er is al een aanname dat die persoon met zekerheid in Allah gelooft. Ja, maar dat is... Wanneer iemand... Nee, maar dat is het probleem. Precies. Ja, maar onze ouders, de gastarbeiders, zijn ook hier gekomen. En zij hadden... Ja, de stelregel was al van, je bent moslim, that's that. Ja, precies. En je durfde gewoon niet te vragen van, but what if? Maar weet je het zeker? Ja, ja, ja. Dat gaat niet. Ja, precies. En één ding wat je zeker wist, is dat je klappen zou krijgen. Bam, snap je? dat is dan je eigen Big Bang waar je mee in confrontatie komt. On fire. Maar wanneer je juist je kinderen stapsgewijs daarin opvoedt, en kijk, en nu hebben wij die kwaliteiten wel om argumentatie te geven. Bijvoorbeeld mijn kinderen, ik ben echt niet begonnen met geschiedenis of fiqh of tajweed. Ik ben begonnen met bestaan van de schepper. Sterk. Ik vraag voor jullie van, maar waarom? Ik zeg, ja, oké, maar ik vind niet sterk. Ze moeten echt gedrild worden om gewoon achter de scheppen staan en gewoon kunnen beargumenteren. Juist. Anders, en ik blijf hun drillen daar. Sterk. Nog steeds. Ze zijn 6, 9 en 12. Ik zeg, ja, maar ik vind, ja, ik weet niet. Ja, oké, is goed. Ik zie hemel. Oké, mooi. Maar waarom? Waarom moet ik alleen maar naar hemel kijken, bijvoorbeeld? Juist. En dan geef ik hem weer die argumenten over beperktheid. Voel je die beperktheid, ja of nee? Ik zeg, als ik nu water op jou gooi, weet je, dan schrik je dit en dat. Hoe kan dat allemaal? En die argumentatie maakt hun gewoon sterk. Heel sterk, ja. Ja. En dat idee heb ik samen met mijn vriend Alian gepakt eigenlijk, genomen. En daaruit is eigenlijk Milkshake voortgevloeid. Het is een platform waar wij samen op zijn. En we vonden het gewoon brood nodig dat er een platform is. Want je ziet het in Engeland heel veel, maar in Nederland is er niet zo heel veel aandacht gegeven aan theïsme versus atheïsme. Ja. Wat Alian en ik doen is, we zijn op dit moment bezig met
de grond waar atheïsten op staan, dus de bezwaren die ze hebben tegen God onderuit te halen. Ja. En dan hebben mensen krijgen honger van oké, maar wat dan? Wat dan? Ja. En dan komen we met, geven we hier is het diner, de godsargumenten, de bewijzen voor God. En inshallah zit er veel baraka in het project. Ik zeg het eerlijk, ik heb het ook openlijk ook gecomplimenteerd. En ik denk dat het een hele krachtige middel is, ben ik helemaal van overtuigd. Ook hoe jullie het brengen. Natuurlijk, we hebben onze discussie over de stellingnamen. Ja. Maar waar de stellingen vandaan komen, daar zijn we gewoon één op één mee eens. En dat komt voort uit rationele denken. Juist. En daar ben ik gewoon 100% natuurlijk ook een voorstander van. En ik zie dat ook gewoon terug ook in de Koran en Sunna, van dat er wordt gerefereerd naar materie. Dat er wordt gerefereerd naar een kameel, naar een hemel. Er wordt gerefereerd naar dag en nacht. Dus die constatering, en als jullie dat gewoon consequent ook daarin doorvoeren, de rationele bewijsvoeringen als fundament gebruiken om bewijzen te leveren, dan is het perfect. En wat ik ook terugzie is echt mooi van oké, jullie pakken de vragen, maar jullie bekritiseren dan ook de vraag door mensen na te denken van je stelt die vraag, maar heb je hier en daar op gelet? Juist. En oké, dan geef je de uitleg. Oké, maar stel je voor dat die vraag blijkt te kloppen. Maar hoe dit en dat? Juist. En deze manier en op een luchtige, simpele manier met mooi design, prachtige design, denk ik van wauw, weet je, dat is echt gewoon mooi en krachtig. En ook al verschillen we in stijl, onze doel is daarin wel hetzelfde. Dat de schepper bewezen dient te worden en dat alle vragen wel gerelateerd zijn aan het feit dat eventueel het idee van het bestaan van de schepper kan worden beschadigd. Juist. Dat jullie daarin de voorstander in de frontlinie willen staan om dat tegen te gaan. Als broer wil ik wel adviseren over het aspect van theïsme, atheïsme. Enige gevaar, als dat mag. Het enige gevaar leidt hem dat wij niet zozeer met het gevoel een eenheid willen vormen met de Joden en Christenen. Ik geloof ook dat je dat ook niet bedoelde. Maar ik wil ook de schijn vermijden. Dat betekent niet dat de Christen en Jood tegenover mij staat of dient te staan. Of dat wij hard tegen hun moeten ingaan. Daar gaat het niet om. Het gaat erom van. Wij als moslims, ten opzichte van de Joden en Christenen, wij hebben naast het feit dat de schepper bestaat, we got a message worldwide till the end of day. Juist. Dat hebben zij niet. Snap je? En daarin is een beperking. En dat erkennen zij ook wel als ik met hun praat van oké, maar hoe zit jullie sociaal systeem uit economie? Dan komen ze niet meer dan 10 commandments en goed, wees goed voor elkaar. Ik zeg, ik heb een andere definitie van goed. Ja. Wat is jouw definitie van goed? Dus in de Koran wa Sunnah staat alles zo duidelijk uitgelegd. En we hebben ulama die alles uiteen hebben geschreven, dat ze ook invulling geven aan ons leven. Juist. En niet enkel dat wij antwoord hebben van hoe komt het dat wij hier zijn? Nee. Oké, als wij die antwoord hebben hoe komt het dat we hier zijn, is de vraag nog steeds hoe moeten wij hier leven? Ja. Enkel het verkondigen van dat de schepper bestaat, wat een groot goed is, hè? You get paradise forward. I mean, jullie beloning inshallah enorm is. Ik zou heel graag met jullie willen chillen in paradijs, snap je? Want het is echt een mooi werk wat jullie doen. Maar de boodschap die daarna komt van hoe geef ik invulling aan mijn leven? Want enkel zeggen van ik geloof dat de schepper bestaat, is het fundament, maar moet niet verder. Ja, precies. Want zo ga je paradijs bereiken door middel van daden. En dit is wat je ook terugziet in het leven van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam en de sahaba radiyallahu anhum. Ja. In het begin werd het gefocust juist op het bestaan van een schepper. Werd gefocust op van oké, dit zijn dingen waar jullie geen kennis over hebben, maar het is een vaststaand feit. Hemel, hel, engelen die bestaan, yawm al-qiyamah, qada wa qadr, snap je? Dus al deze punten zijn aspecten van iman. Welke wij niet tastbaar kunnen aanvoelen. Maar dat zijn 100% waar. Omdat in de Koran staat. In de Koran kunnen we weer met onze verstand bewijzen. Dat het woord van Allah subhanahu wa ta'ala is. Hak. Oké, hak. En nu die boodschap. En ik denk met Milkshake vooral. Met de stijl die jullie hanteren. En ook hoe jullie designs maken. En weet je, ik zeg het open on the air. Ik wil heel graag daarbij helpen. Als ik daar iets kan betekenen. Dat we ook vergelijkingen kunnen doen. Van oké, dit is hoe jullie systeem eruit ziet. Of sociaal systeem. Maar in islam zeggen wij dit. En dan kun je vergelijkingsmateriaal maken. Van kijk wat voor schade er in jullie maatschappij ontstaat. En kijk hoe wij hiermee kunnen omgaan. De oplossingen. Ja,
wij hebben. Ja. Precies. Maar nogmaals, dat betekent niet dat onze oplossingen per se schadevrij zijn. Waarom? Kijk, het systeem van islam is perfect. Maar door wie wordt het uitgevoerd? Door de mensen. Ja. Dus de mensen zijn beperkt. En dit is ook in de tijd van de profeet sallallahu alaihi wasallam het geval geweest. Nee? Je ziet bijvoorbeeld dat er gewoon mensen, die waren gewoon van de geloof afgestapt, terwijl ze gewoon met de profeet sallallahu alaihi wasallam waren. Dan ga je denken van, hoe kan dat? Snap je? Maar daarvoor ben je mens. Dus je moet niet denken van, de profeet sallallahu alaihi wasallam was er, iedereen die haar aanraakte was gewoon moslim, sahabi, ze staan er allemaal. Yeah. Everybody had their struggles. Yeah. En het is nu aan onze taak om de boodschap die de profeet sallallahu alaihi wasallam en de sahaba hebben gegeven, om die verder uit te dragen en daarin ook inshallah samen te werken. Dus nogmaals, jullie moeten er echt voor gaan. En kijk hoe jullie ook kunnen diversifieren om de volledige boodschap mee te geven. Inshallah, het zijn kleine stapjes inderdaad die we maken. Want je begint met bezwaren, dan met God, en dan want je hebt ook iets wat ze noemen deïsme, dat God bestaat, maar die heeft gewoon het universum gemaakt, toen ging die loesoe. Ik heb me daarin zo ooit over nagedacht, hè? Dat de schepper bestaat en hij gaat daarna weg. Dat betekent dat wij allemaal de spelregels mogen bepalen, dus eigenlijk. Snap je wat ik bedoel? Maar mag Allah subhanahu wa ta'ala zichzelf niet voorstellen? En aangeven wat de spelregels zijn? Nadat hij zich heeft voorgesteld, stellen wij niks meer voor. Ja, nee, maar voorstellen, je begrijpt dit is wat ik moet doen, dit is wat jullie moeten doen. Wij kunnen zelfs op een voetbalveld, ik heb laatst gevoetbald met broeders, hebben ze een scheidsrechter nodig. Ja. Of niet? Zelfs daarin komen ze niet uit. Ja. Dus de schepper heeft een mens gemaakt van, ik ben weg en ik ga... Je moet daar bewijzen voor hebben. Ja, klopt. En volgens mij staat er nergens in de Koran van, is goed, dit is wat ik heb gedaan. Dus je hebt gewoon regels. Allah subhanahu wa ta'ala heeft de mens gemaakt. Mm-hmm. Heeft de behoefte instinct gegeven om handelingen te treffen. Juist. Wij hebben een verstand gekregen. Wij zijn anders dan de dieren die ook bepaalde gevoelens hebben behoeften, hebben bepaalde mate van instinct. Maar zij hebben niet het vermogen om de schepper te aanbidden, om invulling te geven. Sterk. En dat is wat de mens wel heeft. Wij kunnen ordenen. Wij kunnen het goede van het slechte scheiden. En het is aan ons. Wij zijn verantwoordelijk op een bepaalde leeftijd. Van welke stappen gaan wij maken? Ja. En de schepper geeft jou de ordening. Juist. Snap je? Juist. Hij geeft jou de handleiding. En jij zegt van, nee man, ik weet niet. Ik geloof wel dat die bestaat, maar dat de handleiding, die komt niet van hem. Daarmee beperk je hem ook. En daarmee kan je dus ook weer het verstandelijke. Maar je beperkt hem. En die beperking zorgt er weer voor dat hij zoals een schepping is. En dan bestaat hij weer contingent. Dus mogelijk. Ja. Maar hij bestond noodzakelijk. Dus die beperking is onmogelijk. En daardoor bemoeit hij zich wel met de schepping. Ja. Maar hij bemoeit zich met de schepping omdat het het woord van hemzelf is. Dat is de feit. Ja, snap je? Ja. Ik bedoel, het feit dat enkel de mens ontstaat betekent niet per se, ik moet nu ook gehoorzaam geven aan alles wat hij zegt. Het is de Koran. Juist. Die het mogelijk maakt van dat de mens zich eigenlijk het volgende moet afvragen. Ik ben nu, ik geloof in een schepper, maar de volgende automatische vraag dient te zijn, maar wat is mijn relatie met de schepper? Ja, klopt. Maar als de mens gaat invullen, de relatie met de schepper is dat hij al weg is gegaan, dat is een hele slechte relatie. Maar het punt is van dat betekent dat jij eigenlijk gewoon zelf een stelling in, en zulke mensen, weet je waarom ze zo praten? Denk ik. Allahu alam, zij willen geen verantwoordelijkheid. Ze willen niet nadenken. Ze willen niet serieus zijn. En dan kun je nooit komen tot de conclusie van, ik neig naar de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Juist. Because he's the boss, I'm the slave. Yeah. Maar wij willen die slavenmentaliteit niet. Ja, klopt. Wij willen enkel die slavenmentaliteit tonen als het gaat om de dunya. Juist. Niet om de dien. Want wanneer jij jezelf niet overgeeft aan Allah, dan geef jij over aan datgene wat jij wilt. Met andere woorden, aan jouw nefs. Dan word je slaaf van je ego. Klopt. Ik zou zeggen, echte vrijheid. Ja. Echt liberalisme. Nee. Sorry. Echte vrijheid. Ja. Is juist het overgeven aan Allah en vrij zijn van je eigen ego en wat jij wil. Klopt. Maar dat maakt ook iemand een moslim. Jij onderwerpt je aan de schepper. Ja. En jij legt je eigenlijk jouw begeertes naast jou neer. Ja. En om eerlijk te zijn, ook in de Koran wordt aangegeven, alles wat de schepper ook zegt, betekent niet per se dat je er meteen super goed en blij moet gaan voelen.
Dat wordt niet van jou gevraagd per se. Maar je moet wel uitvoeren als het verplicht is en aangeraden is. En daar ligt het in. Wat wij nu doen is, puur omdat wij nog die kwestie van het bestaan van een schepper niet helemaal hebben omarmd, dat we nog steeds elke aspect kijken van oké, wat zegt misschien islam hierover? Past het bij mij? Nee, dan doe ik het niet. Ze gaan het natuurlijk niet letterlijk zo zeggen, maar mensen voelen een gevaar als een bepaalde verplichting moeten nakomen. Maar ze ontwijken het wel. Dat betekent omdat zij die taqwa nog steeds niet hebben. Juist. Ik zeg niet dat wij nu de topmoslims zijn. Ik zeg alleen van, dit is wat... Het geldt voor jou, geldt voor mij, geldt voor iedereen ook in deze kamer. Wereldwijd geldt dat gewoon. Maar dat is het aspect. En hoe vaak geeft Allah Smaat er wel niet aan van... hij gaat ons beproeven. Wat is een beproeving? Is een uitdaging. Is een uitdaging leuk? Niet altijd. Is het moeilijk? Vaak wel. Snap je? Dus dat zijn dingen die er gewoon bij horen. Dit zijn de spelregels van de schepper. Puur, hij heeft jou gemaakt en dit is waar je aan dient te volgen. En we moeten daarmee leren leven. Maar het fundament moet eerst worden gemaakt. De schepper bestaat. Oké, wanneer de schepper bestaat 100%, het moet jouw verstand overtuigen, waardoor het automatisch jouw hart rust geeft. Juist. Dus je hebt die sakina in jouw hart en verstandelijk ben je overtuigd. You cannot be beaten. Nee, precies. Nu eenmaal die mindset is gerealiseerd, nu wil je eigenlijk hunkeren van wat wil de schepper van mij. Juist. En dit is het significante verschil tussen ons en de sahaba. Het verschil is niet van dat wij zeggen dat de schepper bestaat. Sahaba had het ook. Maar gewoon die neiging en die hunkering, ik wil weten wat Allah subhanahu wa ta'ala blij maakt en dat ook gewoon opvolgen, dat zijn twee verschillende planeten, zeg ik altijd. Zij waren niet didactisch bezig met regeltjes en bevragen van de vraag. Zij waren bezig met een band met Allah. Ik bedoel, er was een persoon die zei van, oké, in de Koran staat de wind, maar wat is de wind? Hij ging tijdens de jihad zelfs, ging hij aan mensen vragen van, ja, maar in de Koran staat de wind, maar hoe wind, wat dit, maar die wind dat, maar is het, snap je? En sahaba hadden geen antwoord van waar heeft hij het over? Op een gegeven moment gingen ze naar Omar radiallahu anhu. Van ja, is het over een nazi, volgens mij. Gaat hij vragen dit over wind? Omar zegt, roep hem hier. Die persoon komt, Omar geeft hem klappen. En weet je wat hij zegt? Hij zegt, ik heb het begrepen. Hij heeft niks gezegd, Omar radiallahu anhu. Hij zegt, ik heb het begrepen. Snap je? Dus wij moeten met het dien, moeten wij leren ook functioneel mee om te gaan. Dat is op zich wel een mooie maatstaf van, hè? Als ik dit doe en Omar Ibn Khattab zou weer zijn, zou ik er klappen voor krijgen. Dat is een mooie maatstaf. Dat is een mooie maatstaf. En ik voel die blauwe plekken al. Maar dat is een mooie maatstaf. Deze gaan we erin houden. Wat zou Omar dat doen? En kijk, nagenoeg voor respect Omar bij ons geniet. Weet je, dat eigenlijk de profeet sallallahu alaihi wasallam. Maar ik begrijp wat je bedoelt. Omdat hij een bepaalde mate van striktheid had. Hij was een andere type leider dan de andere Khulafa Rashidin. En ik denk dat je dan heel veel antwoorden zelf opkomt. Dan zeg maar, ik weet genoeg. En dus eigenlijk dat evolutietheorie, daarop terugkomend. Wanneer je die stap hebt gemaakt dat de schepper bestaat. Dan moet je ook stappen maken naar de boodschap. Ja, precies. En jullie hebben ook een platform. En ik hoop ook dat jullie hiermee doorgaan en niet gaan stoppen. Nee, zeker niet. Een platform is niet... de rechtvaardiging voor een platform is niet op basis van views en likes. Nee, klopt. Het is op basis van overtuiging. Ik zie jullie wel dat jullie overtuigd zijn. En daar moet je gewoon voor gaan. Het doel is ook een beetje, wanneer je daar wat doet. Kijk, iedereen heeft een fitra. Wat wij proberen te doen is een zaadje planten in het hart van iemand. En dan is het aan Allah of dat onkruid wordt of een mooie bloem. Dus of het imaan wordt of dat het misschien verergen gaat. Het enige wat wij proberen te doen is dat zaadje planten op een manier die inshallah de jongeren ook aanstaat. Dus het moet een beetje, wanneer je het leest, niet aanvoelen als dat altijd gedoe en dat intellectuele stelregels en meteen een bewijs voelen. Alsof je het leest en je krijgt een massage van ja, snap je? En wanneer je daarmee speelt, want bij Dawa komt eigenlijk ook heel veel communicatie en psychologie bij kijken. Dat vergeten wij vaak. Wij denken gewoon, zoals ik zei, mensen zijn Dawa robots. Argument, hoe je accepteert niet, hel. Ja, maar dat was ook ons probleem. Ja, niet vanuit mijn kant. Precies. En dan weet je gewoon het menselijke aspect, van heet ik daarin. Dus mijn excuses. Geen probleem. Maar het punt is wel, kijk, het zaadje planten, bro. Nee, waarom alleen zaadje planten, broer? Wij kunnen stambomen, bomen maken, alles. Dat zaadje, afhankelijk van Allah, zou je of het een stamboom wordt. Klopt, maar dat is het punt van, naast het plant van een zaadje is ook de begeleiding. Snap je? Ja, klopt. Nee, dus, klopt. Jullie als initiatiefnemers moeten ook bereikbaar zijn voor het publiek die zegt van oké, ik ben geïnteresseerd, wat nog meer? Juist. Dus de total package is heel belangrijk. Wat we altijd proberen mee te geven is, het is niet Ali en Mustafa die dit zeggen. Nee. Wij staan op de schouders van giganten. Ja.
heeft een hele denkgeschiedenis. Ja. En wij zijn ook een soort doorgeefluik. Van oké, jij wilt meer weten? Ja. Hier is deze lezing, hier is dat, hier is dat. Ja. Je kan het bekijken of je kan direct de vraag aan ons stellen. En dan, wij hebben toch wel gekeken, dan kunnen wij het. Ja. Dus we geven zeker de begeleiding. We krijgen ook heel veel vragen. Ook heel veel mensen die hamle rust krijgen in hun hart. Hier ook. Ja. Vooral in deze tijd van depressiviteit. Ja, klopt. Ik denk dat jullie daar misschien ook vaak mee te maken hebben. Dat mensen eigenlijk... ze krijgen een shutdown, omdat ze eigenlijk geen antwoorden hebben op de cruciale vragen. Klopt dat? Ja, merken jullie dat? Ja. Nou, jawel, zeker. Ja. Zeker. Ja, dat is een goed punt, ja. Ja. En andere punten waar de jongeren mee kampen, evolutietheorie hebben behandeld? Nou ja, wat je bijvoorbeeld merkt bij je zusters is, wanneer ze opgroeien, bijvoorbeeld de hijab. Ze groeien op, ze spelen met Barbies en die Barbies, ze creëren een bepaald beeld van de vrouw. Ze hebben geen hoofddoek, behalve naakt. Zo, ze groeien op, ze kijken naar de tv. Zien alleen maar vrouwen zonder hijab. Van die tekenfilms en net. Later groeien ze op. Ze komen in scholen terecht. Voornamelijk witte scholen. De meeste scholen zijn gewoon wit, want ze zijn wel in een wit land. De vrouwen om hen heen dragen geen hijab. Dus wat gebeurt er? Ze normaliseren dat beeld. Oké, een vrouw is dat. En wanneer ik iets anders doe, dan komt er iets extra's bij. Dus wanneer ze de hijab dragen, dan zetten ze best wel een stap waarin ze heel erg uit hun comfortzone stappen, waarin ze iets doen wat eigenlijk waar ze een bepaald beeld bij hebben van dit is niet eigenlijk de norm, terwijl dat de norm hoort te zijn. En wat wij dan vaak doen is, wanneer een zuster een hijab dacht, dan doen we alsof ze meteen een hele verantwoordelijkheid erbij heeft, die een non-hijabi dan niet heeft. We leggen heel veel druk op hun schouders, ze hebben een heel ander beeld. Het is, ik gooi het nu even zomaar op tafel. Hè. Het is niet dat ik... Geen probleem, I like it. En wat je ziet is dat wij hun daar niet genoeg ondersteuning in geven, waardoor ook heel veel zusters de hijab bijvoorbeeld uitdoen. En dat is wat broeder Mikhail Hassan ook heeft gezegd. Ja. Bijvoorbeeld, hij was laatst een YouTubester, nooit in trending geweest, 14 jaar lang YouTube, doet hijab af van trending. Hey, en waarom? Omdat, ja, er komt een verantwoordelijkheid. Oh, je draagt hijab, dus. Wij moeten ook als broeders zijnde een beetje ondersteunend daarin zijn. En ook de context begrijpen. En dat is een struggle die ik meer merk. Bij zusters merk ik niet vaak een... Hey, ik twijfel, want het is vaak jongens, merk ik dat. Ja. Bij zusters merk ik vaker dit soort dingen. Ja. En dat ontstaat ook in de middelbare school. Dat ontstaat ook thuis. En de vaders die zijn er vaak niet om hun een compliment te geven. Die zijn aan het werken. En het is lastig. Ja, is ook voor hun... Dus als we kijken naar bijvoorbeeld hoofddoekkwestie. Allereerst... Ja. Dit is niet om een wit voetje te halen bij de zusters... Zeker niet. Nee. Maar het punt wat ik wil maken is van, je moet hun struggle begrijpen. Ja. Je weet, ik heb hijab, dus ik hoor natuurlijk het een en ander. De zusters wonen hier, bijvoorbeeld de zusters in Nederland of in Europa. Zij worden geconfronteerd met een bepaalde manier van sociale omgang, welk normaal is. Jongens, meisjes bij elkaar, aspect van liefde, of willen trouwen, of genieten, wordt heel erg gepromoot. Klopt. Okay. Dus dit is één hele grote uitdaging. En deze sfeer en deze trend ontstaat door de ideologie die er heerst. Ja. Dat is dus kapitalisme, dus de liberale, de vrijheid die worden gepromoot. De LSD, liberaal circulaire democratie. Ja. Exact, de drug. Ja. Dus dat is één ding wat heeft gewoon invloed op een vrouw. Ja, tuurlijk. Okay. Op een mens. Ja, tuurlijk, op de mannen op een andere manier, maar we gaan ons specifiek richten op de zusters. Okay, dus dat is een heel groot iets. Dus deze sociale pressure, deze druk, is gigantisch. Okay. In deze gigantisch zware sfeer moet de zuster ervoor zorgen van, ik ga nu hoofddoek dragen. Oké, zij draagt nu hoofddoek. Als haar familie dat niet accepteert, is het een probleem. Hmm. Krijgt ze die druk. Stel je voor, haar familie is wel een islamitisch en praktiserende familie. Oké, dan word je daarin beschermd. Dan gaat ze naar buiten. Gaat ze met vriendinnen om. Niet elke vriendin draagt hoofddoek. Nee. En niet elke vriendin met wie zij klikt draagt een hoofddoek. Nee. Dus dat betekent dat ze zich nu eigenlijk specifiek met een bepaalde groep moet omgaan die dezelfde sfeer delen als haar. Ja. Okay. En daar kunnen zij die zusters ook beïnvloed raken. Dus dat betekent dat je eigenlijk jezelf in een hele kleine samenleving gaat begeven. Yes. Okay. Als dat ook lukt, hè? Islamitische familie, islamitische omgeving. Laten we zelfs islamitisch onderwijs erin gooien. Oké, you got that covered. Letterlijk en figuurlijk. Yes. Dan kom je nu op een ander punt aan.
is je gaat trouwen. Okay. Of je wilt trouwen. Hoe ga je dat aankaarten? Dan heb je broeders die praktiseren en je broeders die niet praktiseren. Oké, okay, je broeders die niet praktiseren, oké, okay, we know. Oké, okay, dat past niet bij haar. Je hebt nu broeders die praktiseren. Nou, je hebt broeders die van verschillende jamaat zijn. En je hebt broeders die verschillende denkwijzes hebben. Ja. Dan heb je daar een probleem. En, maar je kunt jezelf ook niet dusdanig profileren en tentoonstellen zoals ja. je wilt. Snap je? Want je bent een zuster yes. met een hoofddoek. Ja. So you're not out on the streets to be recognized. Ja, ja precies. Dan heb je ook nog, oké, okay, is goed, vrouwen werken. Ja, in islam mag je ook werken, weet je. Ze mogen werken, maar ze gaat ook ja. werken. Hoofddoek, snap ja. je? Studie volgen, hoofddoek. Heel veel dingen belemmeren haar om een hoofddoek te dragen. Juist. En dan blijft deze zuster nog steeds standvastig. En ja. dat is knap. Okay. Ja. Heel veel mensen kunnen deze hordes niet overleven. Oké, okay. Dus de zussen die hun hoofddoek afdoen, dat is pijnlijk, maar het is ook deels onze schuld. Ja, juist. En ik wilde deze punt niet benadrukken, maar ik denk dat het wel noodzakelijk is in onze discussie. Sowieso, het is een opdracht van Allah subhanahu wa ta'ala, wanneer zij een volwassen leeftijd bereikt, geen discussie. Juist. Oké. Okay. Maar om het te kunnen ordenen, om de zusters te kunnen beschermen, heb je een autoriteit nodig die dat doet. En dat is de staat. Ja. Dus niet enkel één verplichting, maar dit is een van de zoveelste verplichtingen. Dus het dragen van een hoofddoek worden zussen daarin beschermd. Dus zij moet juist in een klimaat opgroeien waarin een hoofddoek gewoon een normale norm is. En als je niet draagt buiten, dan is dat problematisch. Eigenlijk is het wel inderdaad, snap je? Dus ja. net zoals met het bestaan van de schepper horen we naar de kern te gaan. Hmm. Ook de boodschap die de schepper heeft, die nu ook naar de kern toe te gaan van hoe we dat gaan implementeren om dat te kunnen beschermen. Oké, okay, sterk, ja, sterk. Ja. Dus weet je, shout-outs naar de zusters die hier moeite mee hebben en nog steeds standvastig blijven. Nee. En shout-outs ook naar de zusters die standvastig blijven en zich nergens van aantrekken. Ja. En een call-out naar de zusters die hun hoofddoek weg hebben gedaan. Ze moeten teruggaan naar, hey, waarom is, weet je, misschien moeten ze gewoon ook teruggaan naar de kern. Bestaan van de schepper, regels, verplicht. Hierdoor krijg je de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Kijk, het probleem is altijd de link die wij vergeten. Hè? De drie cruciale vragen moeten we altijd naar voren brengen wanneer wij het gevoel hebben dat we haram gaan doen of in haram begeven. Ja. Of je op dat moment al een praktiserend leven hebt gehad of niet, of praktiserend bent. Zelfs praktiserende broers komen in gigantische uitdagingen. Ja. En dat ze zichzelf daarin teleurstellen van, hey, hoe kan ik deze haram hebben begaan? Ik hoop dat niemand het weet. You know why, hè? Dus het punt is van, oké, deze drie vragen zijn centraal. Oké, waar kom ik vandaan? Ja, daar hebben we uitgebreid over gehad. Waarom ben ik hier? Daar hebben we deels over gehad. En ook en waar ga ik naartoe? Ja, en waar ga ik naartoe? Wanneer jij hier serieus antwoord op gaat geven van waar kom ik vandaan? Dan ga je over de essentie van de schepping, van dat je geschapen bent. Mm-hmm. Waarom ben ik hier? Dat gaat implementatie van tawhid niet alleen hier, maar in alles. Ja. Dus de oneness of Allah subhanahu wa ta'ala moet gewoon, weet je, dus, moet gewoon duidelijk zijn. Dus de sharia van Allah subhanahu wa ta'ala dient te worden nageleefd en geïmplementeerd. Waar ga ik naartoe? Dat is al-akhira, dat is yawm al-qiyama. Dus deze lijn moeten mensen altijd aanhouden als je gewoon in haram vervalt. Sterk, of als je zwakker wordt, moet je weer teruggaan naar de basis, naar de kern. Ja, sterk. Ja, dus dat was ook een van de struggles die ik wilde benoemen. Mooi dat u het even heeft doorgenomen. Andere punten? Andere punten, ja, dus dat was voor de zusters. En voornamelijk broeders, die hebben deze struikelpunten. Ik denk voornamelijk toch wel dat de main issues zijn bij mensen die ze twijfelen over het bestaan van God, de Big Bang theorie, evolutietheorie. En misschien eventueel dat ze iets hebben opgezocht en contradicties in de Koran hebben gevonden. Maar daar zijn ook genoeg antwoorden op te vinden en echt de ulama die doen hun ding heel mooi. Ja, contradicties in de Koran. Ja, je moet eigenlijk wel over de wetenschappen vanuit islam beschikken om iets als een contradictie te kunnen zien. Juist. Ik bedoel, ben jij de taal machtig? Eén. Vaak niet. Ben jij de wetenschappen machtig om de ayat... Snap je? Nee. Er zijn gigantisch veel boeken daarover. Juist. Ik zeg niet dat ik de umma wil gaan downgraden van zoek helemaal niks op. Nee, of jullie weten niks.
Integendeel, ik vind juist dat we een hele kritische umma moeten zijn. Ja. Maar om een specifieke onderwerp te kunnen belichten, te kunnen onderzoeken of te kunnen aanvoelen, moet je zelf of zelf intellectueel bewapend zijn, ja, om dat te kunnen corrigeren. Ja. Of je gaat naar specialisten toe die dat kunnen uitleggen. Maar dat betekent niet dat je naar de specialist gaat en enkel aanhoort en dan ook meteen aanneemt. We moeten wel een kritische houding hebben naar de bewijsvoering die worden gegeven. Ja. Snap je? Juist. Ik bedoel, wij zijn heel erg kritisch naar wie onze partner moet zijn. Maar ja, als het gaat om die dingen, dan adopteren wij het meteen. Precies. Dan wil je gewoon alles weten over jouw partner. Ja. Snap je? Hoe dit en hoe dat. Mashallah, iedereen is opeens kritisch. Ja, ja. Snap je? Ja, of een voorbeeld wat ik altijd geef aan een broeder, aan broeders die willen trouwen. Van, ik zeg van, als het om de dawa gaat, dan merk ik niks van creativiteit, van hoe we dit beter kunnen doen. Maar als het gaat om van, ja, hoe moet ik mijn toekomstige schoonvader benaderen, dan ben je heel creatief. Weet je precies, hey, ik ga met deze opraten, heel creatief. Fajr in de moskee, welke moskee, ik ben er. Dan is het gewoon een vitale kwestie op ons. Wanneer het gaat om dawa, waarom, ja, jouw bestaansrecht, snap je? Komt goed. Ja, precies, dat. Ik zie Ali aan lachen van, ja, inshallah. Herkenbaar. Dus, de moskee, ja. Dus dat is heel erg belangrijk. En het is belangrijk voor de jongeren om echt ook te gaan lezen. Ik zie dat heel veel jongeren gewoon niet lezen. Hun boeken niet pakken, niet gaan onderzoeken, geen discussie gaan voeren. Want als wij stil blijven over deze cruciale punten, zoals evolutietheorie, over het bestaan van een schepper, over liberalisme, over wat de boodschap van islam is, volgende generatie zal alleen maar moslim zijn qua naam. Weet je, oké, Mohammed staat hier een geboortekaartje, dan is hij moslim. Maar zijn denken en zijn doen, zijn dat islamitische uitingen of niet? Nee, precies. We kunnen het ook spiritueel benaderen. Shaitaan, die is bezig. Hij is heel sluw, heel slim. Ja. En de ouderen, die hebben al een bepaald beeld. Hij is voornamelijk bezig met de jongeren. Ja. Want als hij die kan verzieken of met zich mee kan krijgen, dan is het heel makkelijk. Dan is zijn taak, taak gedaan. Ja. En daarom juist dienen we ons zowel intellectueel als spiritueel te bewapenen. Ja. Om inshallah niet mee te gaan met Shaitaan en zijn listen. Klopt. Maar om onszelf intellectueel en spiritueel te bewapenen is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar daar hebben we een oplossing voor. En dat is dat we ons politiek bewapenen. Oké, mashallah. Ja, want als jij de implementatie van Koran en Sunna op state level hebt, en je hebt de implementatie van het Khilafah-systeem, dat betekent dat heel veel dingen worden beschermd. Yes. Zo niet bijna alles. Dus dan zullen wij deze discussie niet hebben over hoofddoek, wel of niet. Nee, klopt. Zullen wij de discussie in mindere mate hebben over, er zijn atheïsten. Want er is ruimte om bepaalde ideeën te kunnen verkondigen. Ja. Binnen dat de harmonie blijft, dat er gewoon een discussie wordt gevoerd. Want wij hebben de sterkste argumenten. Precies. Andere punten ook, bijvoorbeeld jongeren hier, die zijn bezig met alcohol, drugs. Dat is automatisch wordt dat gewoon, linea recta wordt dat gewoon verbannen. Dus willen wij onszelf spiritueel, intellectueel kunnen bewapenen en echt een voice kunnen zijn in de wereld, niet zoals het nu gaat, dan hebben wij een politieke entiteit nodig die ons daarin beschermt. Want wat was anders de functie geweest van onze profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam en sahaba? In Mekka wilden zij gewoon dat de staat werd gevestigd. En het is niet staat willen vestigen om de staat willen vestigen. Het is een opdracht. Het is wat in een collectief dient te worden gedaan, zodat het wordt beschermd. Onze ideeën die we nu allemaal hier hebben verkondigd, willen wij gaan beschermen. Het is niet dat we per se biggie willen gaan doen of stoer willen gaan doen. Nee, het is een opdracht, net zoals een gebed een opdracht is. Dus wanneer we dat hebben, hebben we veel minder problemen. En wanneer wij bijvoorbeeld een eigen islamitische staat hebben die er niet is, en we zullen inshallah ook andere gebieden veroveren, dan geven wij deze gebieden de ruimte. Eigenlijk niet veroveren, maar openen. Zodat hun harten worden geopend. Inshallah. Excuus. Snap je? Wij openen, dus dat is fath, het is opening. Yes. Wij openen zodat de mensen die daar zijn, moslim of niet moslim, dat zij open toegang hebben tot de waarheid, waardoor zij zelf een beslissing kunnen nemen. Islam is echt, in tegenstelling tot veel mensen denken, heel pluralistisch ingesteld. Het is best wel tolerant wanneer het gaat om andere religies. Toleranter dan bijvoorbeeld hier, niet per se hier in Nederland, maar
waar er toch een soort bepaalde gedachtepolitie... Kijk, tolerant is een definitie dat... Maar is toch gevoelig? Dus, Die ene was ik wel liever gevoelig. Liever kijk maar. Tolerant zijn heeft een bepaalde oorsprong. Ik wil er niet al te diep op ingaan. Ben benieuwd. Maar wat ik wel wil zeggen is van... Weet je, het is van, oké, ik mag jou niet, maar ik accepteer jou wel. Dus, sommigen zeggen dat je het zo kan definiëren. Okay. Maar wat je ziet in islam is puur dit. Heel simpel. Verplichting is dat de Koran en Sunna wordt geïmplementeerd. Ja. Verplichting is niet dat je per se moslim moet worden. Verplichting is niet dat je per se moet leven zoals wij dat zeggen... en jij mag jouw religie niet behouden en geen invulling geven aan jouw religie. Snap je? Ja, zeker. Hier zijn ze pas intolerant. Ja. Je moet denken net zoals ons, anders ben je een gevaar. Ja. Kijk, wij zien de hele dimma zien we niet als gevaar. Integendeel, kom. Miljoenen, kom in ons land wonen. Yes. Wij beschermen jou. Ik bedoel, hoe kan het zo zijn dat wij jou niet hebben beschermd? De synagogen en de kerken staan er nog steeds. Oké, nu is er iets wat aparte voorbeeld met Hagia Sophia. Maar... Het punt wat ik wil maken is van... We took care of you, omdat er ook kopten zijn in Egypte. Er zijn genoeg andere religies, mensen die religie, andere religie dan islam aanhouden. Maar het punt is wel van wanneer wij gebieden openen... Wanneer wij zien van oké, islam wordt geïmplementeerd... Dan zijn zij daarin vrij van oké, hoe zij willen leven. Maar de dien wordt wel geïmplementeerd en... Dat zorgt ervoor dat wij als moslims sterk zijn en onze ideeën kunnen beschermen. Hm. Wij kunnen onze ideeën never, nooit beschermen in deze gebieden in Europa waarin we nu leven. Omdat zij al een uitgangspunt hebben. Ze hebben al een outlook. En die outlook verschilt van ons. Fundamenteel. Dan ga je gewoon vechten tegen, weet je, vechten tegen de bierkaart. En dat wordt lastig. Daarom komen we in deze situatie dat we nu voor alles een oplossing moeten gaan verzinnen, terwijl het fundament niet klopt. Mm. En dan moeten we binnen het framework en fundament werken wat zij hebben aangegeven, terwijl het fundament framework juist tegen ons is. Ja, klopt. Daarom dienen toen je een podcast is ook roeien met de riem open. Weer wat abonnees naar beneden. Nee, maar het punt is van, we moeten niet stil zijn. We moeten niet stil zitten. We moeten niet stil blijven. Dus de voice die we hebben, de kracht die we hebben met onze handicap, wij moeten dat gebruiken. Inshallah. Wat ik misschien nog een interessant punt. Ja. Moraliteit. Ja. Veel jongeren die twijfelen van oké, het handen vaak of bepaalde, ze lezen bepaalde dingen los van hoe het precies in de praktijk wordt toegepast en zo. Waarvan ze schrikken en waarvan ze denken, dit is slecht. En de Koran zegt het, dus de Koran kan toch niet van een goede God komen. Het probleem is dat wanneer je in atheïsme vervalt, goed en kwaad niet meer bestaat. Je kan geloven in, je kan vinden van goed en kwaad wat je wil. Maar je kan niet objectief gezien verwerpen wat een politicus, ik denk dat sommigen hem wel kennen, Adolf Hitler, wat hij deed. Hij heeft heel veel Joden vermoord, onschuldige Joden, genocide gepleegd. Maar waarom is dat dan slecht? Want er is geen morele basis. Je hebt geen objectieve maatstaf om het goede en het fouten te bepalen. En wij hebben dat wel. Stel u haalt God even uit het plaatje. En ik vraag u waarom het vermoorden van een baby verkeerd is. Hoe zou u daarmee omgaan? Ja, mag gewoon tutoriëren. Dat is een goede vraag. Ja, ik bedoel, als je aspect van de schepper weggaat... Ik haal mijn moraliteit vandaan van de schepper. Ja. Snap je? Dus mijn denken en doen hoort. Ja, ja. Hoort te zijn door de schepper. Dus het vermoorden van een baby, ja. Ja. Kijk, de schepper... Weet je wat het is in islam? Wat heel erg belangrijk is... misschien komt dan een antwoord ook op de vraag... Dat er ook wordt aangegeven dat doden inherent aan zich... Ja. Doesn't feel good, right? Nee, precies. Oké? Ja. Dus je kunt het als mens zijnde... Kun je het van... Hey, doden aan zich... Maar wanneer je een specifieke situatie over doden gaat praten... Dan moet eigenlijk jouw halal en haram meter ontstaan. Juist. Dus in sommige aspecten vanuit islam... ben je verplicht om iemand te doden. Mm-hmm. Snap je? Yeah.
Ik bedoel, maar dit is niet alleen islamitisch. Nee, klopt. Dit is, ik bedoel, in Amerika heb je ook een doodstraf. Amerika heb je doodstraf, maar ook gewoon de leger van de Westen. Die zitten ook in onze landen, die doden toch ook. Nee, ja. Wat geeft hun de legitimacy? Mm-hmm. Is het feit dat een paar mensen gewoon een contract of een beleid hebben ondertekend van dat ze daar naartoe moeten gaan? Yeah. Dus don't preach to us about killing, snap je wat ik bedoel? Yeah. Dus dan is het doden toch goed om, weet ik veel, wie of wat te beschermen. Terroristen. Ja, snap je? Dus dat is het. Maar het bepalen van goed en fout is gelinkt aan jouw Outlook. Ja, precies. Dan heb ik niet over jouw e-mail of Microsoft Outlook. Het is gebaseerd op van wat is jouw vertrekpunt in het leven. Dus moraliteit, dat kan de mens zelf niet bepalen. Nee, zeker niet. Want als de mens zelf gaat bepalen, dan krijg je nu wat je nu krijgt. Meningen. Ja, nee, ook inderdaad. Ja. Nee, ook. Nee, dat is een hele interessante discussie inderdaad, want... Mag de mens moraliteit bepalen? Het is ten eerste onmogelijk om dat te bepalen, objectief gezien, maar nee, het mag niet. Nee, want, waarom mag de mens dat niet? De mens is beperkt en de mens die... vanuit het uitgangspunt dat God al bestaat, dat ik al geloof in God, of dat ik God nog even... En waarom dan... Gewoon algemeen, zonder andere commas en maars. Waarom kan de mens gewoon op basis van objectief zijn, kan mens moraliteit niet bepalen? Omdat de mens dus niet met een objectieve maatstaf kan komen die extern staat, waarom die objectief... Dat is het punt. Ja. Precies wat je zegt, een objectieve maatstaf. Ik bedoel, ik las laatst, wanneer is er sprake van pedofilie bijvoorbeeld? Hè? In elk land verschilt de leeftijdsgrens. Ja. Snap je? Heel vaag, ja. Ja, van oké, dus in Spanje ben ik geen pedofiel, maar in Nederland kan ik dat wel zijn. Op basis van, dus die moraliteit daar, ja, nee, gaat dat? Snap je, dus wat is moraliteit? Dus daarom heb je ook die nazistaten, nationalistische staten, die eigenlijk allemaal hun eigen invulling geven vanuit wat zij goed denken of achten. Dus jij hebt het over moraliteit. Het gaat erom, wij moeten leren als moslims zijnde... dat de moraliteit goed of fout voor ons is bepaald. Ja. En dat is niet erg. Juist. Weet je, wij vinden niet erg... wij accepteren als er beperkingen in onze werkgebied zijn, contractueel. Dat vinden wij niet erg, want dan krijgen we gewoon salaris. Tuurlijk vinden we wel erg van dat de pauzes soms te kort zijn. Maar we accepteren het wel. Maar waarom is er niet, als wij de beperking die de schepper oplegt of goed of fout aangeeft, waarom is dat opeens een probleem? Hij is notabene jouw schepper. Hij is jouw daadwerkelijke werkgever. Yes. Hij zal jou daadwerkelijk belonen. Maar als het gaat om onze werkgever op werk, dan is het van, even kijken, wat zal hij daarvan vinden? Ja, precies. Dus het is niet erg om moraliteit te baseren op basis van islam. Integendeel, het is noodzakelijk. Ja. Dus als we gaan kijken naar het handen afhakken, kijk, dat is een voorbeeld die niet-moslims, die vijandig zijn tegenover islam, dan gaan ze vanuit hun perspectief invulling geven van, dat is barbarisme en dat is dit. Ja. Allereerst, dan zeg ik altijd, wij moslims, wij zijn hele saaie mensen. Wij volgen tekst. Dus wij kunnen niet al te creatief daarin zijn. Nee, we hebben tekst en dan pas mogen we nadenken. We gaan niet eerst nadenken en dan kijken welke teksten er zijn. Nee, klopt. Ja? Okay. Nee. Dat is niet erg hoor, want het komt van de schepper. Als de schepper de regels bepaalt, I don't care. Ja. Dus we hebben tekst en dan pas gaan we nadenken, degene die bevoegd zijn, om invulling te geven aan de tekst. Oké. Okay. Dus de fiqh is daarin heel droog. Dus oké, als deze situatie ontstaat, dan moet je dit doen. Er is geen emotie daaraan, per se. Snap je wat ik bedoel? Want dit is wat de schepper heeft aangegeven. Yes. Maar met een bepaalde resultaat of een handeling, tuurlijk is daar emotie aan verbonden. Maar het feit dat jij je emotie naast jou neerlegt en de schepper onderwerpt, daar ligt jouw beloning in. Dus moraliteit, het feit dat de schepper al voor jou heeft ingevuld, dat is een groot goed die we grootste moeten gaan dragen. Zeker. En het probleem is dit. Wij als moslims zijn, één, doordat we deze vraagstuk hebben, wij zijn onwetend over onze intellectuele vooruitgang die we hebben gebracht hier op aarde. Ja. Wij zijn onwetend over onze geschiedenis. Waarom? Dat heeft gewoon puur te maken met de effecten die het Westen heeft gecreëerd. Wanneer we onwetend worden, dat betekent dat wij luier worden om terug te gaan naar de realiteit. Ja. Dus we worden onwetend, van onwetendheid worden we lui.
En het ergste is, van luiheid worden wij nog dienaren van het Westen. Ja. Nou, hoe ga je uit deze slavenmentaliteit komen? Snap je wat ik bedoel? Juist, juist. Sterk. En daar strijden wij tegen. Achie, als ik niet met de dien zou bezighouden... en iemand komt met van... ja, maar bij jullie, jij heet Bilal, dat is een islamitische naam, ja, toch? Ja, zeker, ja. Ja, dat is een islamitische naam. Dus dan ben je moslim, ja. Maar hoe zit het hier en hier en daar mee? Ja, pap, 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 begonnen ze met zoveel dingen. Ja, ja. Als ik nu niet een sterke fundament heb... en als ik bepaalde concepten niet kan uitleggen... heb ik nu een probleem. Ja. Want iemand pusht mij nu. Net zoals jij bent gepusht in heel veel fases van jouw leven. En nog steeds misschien word je gepusht. Dus daarom is het belangrijk dat we kennis opdoen... over de punten die je hebt aangegeven... dat de madrassa's hier ook op inspelen. En vooral als het gaat om strafsystemen van islam... Ja. Überhaupt andere antwoorden op verschillende systemen... die islam aangeeft... Is wel één ding heel erg belangrijk... Je moet niet uitgaan van, nou, dit is wijsheid. Van, dit is onze wijsheid. Of, nee, wij vullen het op deze manier in. Ja. Dat zullen we zeggen van, kijk, als je deze straf hanteert... Dan zullen veel minder mensen stelen. Ja. Maar is dat een argument? Dat is totaal geen argument. Stel je voor, als er hierdoor nog meer mensen crimineel gaan worden. Betekent dat die wet nu moet gaan vervallen? Dus we moeten niet hierin gaan vervallen. Wij moeten weten van, oké, de ordening heeft de schepper op deze manier gegeven. Dus dit is een feit. Kunnen er bepaalde, hoe zal ik het zeggen, wijsheden zijn? Jawel. Maar dat betekent niet per se dat die wijsheden heilig zijn. Dat dat de reden is waarom deze straf wordt gegeven. Want dit is de wijsheid. Ja. Want wijsheid kan echt vervallen. Bijvoorbeeld... eigenlijk hetzelfde met die wetenschappelijke mirakel. Ja. Zo'n wetenschappelijke theorie kan weer veranderen en dan zit je met een probleem. Dan zit je met een probleem. Want de straf is niet afhankelijk van het tegengaan van criminaliteit. Precies. De straf is enkel dat de schepper het heeft aangegeven. Maar een bepaalde visie waarom die straf is... is bijvoorbeeld dat wij bepaalde maqasid ook hebben. Ja. Dat betekent niet dat de maqasid heilig is. Hè, nee, klopt. Maar wij hebben een strafsysteem... dat zorgt ervoor dat een bepaalde doel wordt bereikt, inshallah. Ja. Bijvoorbeeld wij gaan... als iemand bijvoorbeeld zina pleegt. Ja? Ja. Oké. Het allereerste is een hele lange traject. Bewijsvoering, mensen moeten hebben gezien dit en dat. Ja. Oké. Wij willen enkel chaos in de maatschappij tegengaan. Wij willen niet die losbandigheid die we nu hebben. Wij willen niet dat er in Gilava staat mensen zijn die zeggen van... joh, ik heb kinderen overal in deze stad gemaakt. Straks komen ze elkaar nog tegen, gaan ze verliefd op elkaar worden. Dat heb ik letterlijk gehoord van mensen. Serieus? Ja, viezerikken. Snap je wat ik bedoel? Nee, maar wij willen zo'n systeem niet. Wij willen deze niet. Wij hebben een bepaalde beperking, een bepaalde cap... dat een man met 4 vrouwen mag trouwen... En dat de vrouw een bepaalde rol heeft... dat zij daarin tevreden dient te zijn. Dus wij hebben een systeem hiervoor. Ja. Persoonlijk, dat zeg ik niet om een wit voetje te halen... vind ik wel dat op dit moment de LSD-land... de liberale seculiere democratieën... de moslims toch wel redelijk wat ruimte geven... om toch hun verhaal te kunnen doen. Dat we dit bijvoorbeeld kunnen doen. We worden niet... per se beperkt of wat dan ook. Klopt. Ik moet nu wel voorzichtig zijn met mijn woorden. Waarom? Nou, misschien zeg ik iets verkeerds. Of misschien vlieg ik uit de bocht. Het is een gesprek, hè? Dus misschien heb ik iets verkeerds gezegd. We kunnen elkaar altijd aanspreken, corrigeren. Ja. Wat je ziet is dat moslims vaak floreren. Ja. Op dit moment in de liberale seculiere democratie. En niet in onze eigen landen. Waarin toch een bepaalde cultuur heerst. Niet dat onze landen echte staten zijn. Echt islamitische... rechtgeleide kalifaten. Ja. Maar wat je ziet is dat dus de liberale seculiere democratie... En er was een onderzoek gedaan. Welke landen de islamitische principes het meest naleven. Islamindex.com of zo. En volgens mij stond op nummer 4 van Nederland. Oké. Hele mooie punt. Mag ik deze twee punten samen met jou doornemen? Doe je ding. Eén is floreren. Ja. En daarna die index... van Nederland 4 staat op islamitische principe. Yeah. We gaan nu, ik vind dat een heel mooi iets. We gaan hierover goed even praten, inshallah. Oké. Floreren. Welke aspecten floreren wij in? Je maakt het wel erg concreet. Nee. Dit is gewoon thinking out loud. We praten nu gewoon samen, want ik vind dat een heel goed punt. Dus waarin floreren wij echt? Je ziet dat heel veel moslims heel erg hoog opgeleid zijn. Ja. Dus qua studies, je ziet mashallah
Ja, we hebben allemaal wel een dokter of ingenieur in de familie die hier heeft gestudeerd. Ja. Ze hebben de kans om echt hun ding te doen, waardoor ze... En er is veiligheid. Relatieve veiligheid. Relatieve veiligheid. Nee, natuurlijk relatief. Maar bijvoorbeeld als ik kijk naar Afghanistan en dan vergelijk met Nederland... Dan is er veiligheid. Dan is er veiligheid. Niks tegen Afghanistan hoor. Nee. En waardoor dit soort dingen kunnen worden gefaciliteerd. En mensen dus floreren in bijvoorbeeld studies of in bepaalde... Bijvoorbeeld dat jongeren zich bezig kunnen houden met filosofie. En daarin misschien kunnen floreren. Ik probeer niet echt hardop aan na te denken. Nee, dat is geen probleem. We gaan samenwerken. Ja? We hebben alleen maar samengewerkt de afgelopen podcast. Ja. Oké, laten we zeggen floreren. Bent u het daarmee eens trouwens? Of? Goed punt. Nou, we gaan het samen aanwerken. Oké. Dan kom je misschien tot mijn conclusie. Ik hou het even spannend. Net als de intro. Ja, nee, dus floreren in bijvoorbeeld werk. Bijvoorbeeld? Business. Bijvoorbeeld? Politiek. Ja, je weet dat ik dat helemaal niet weet. Floreren in de zin van hoger op een ladder komen. Toch? Juist, ja, okay. Juist. Al deze punten zijn op bepaalde, hebben een link met dunia-zaken. Dus je komt hoger in ladder. Als we al deze punten gaan matchen met islamitische principes. Ja. Snap je? Ja. Dus dat deze punten zorgen niet voor dat je islamitisch denken vooruit gaat. Dus u zegt dat het floreren ook zorgt voor een dunyaficatie bij de moslims? Het kan. Okay. Laat ik het zo stellen. Ik bedoel, er wordt heel vaak gekeken van oké, wat voor werk doe je? Heb je een bepaalde status? Hoeveel verdien je? Heb je een bepaalde status? Ja, ja. Hogere ladder in de democratische politiek? Akida technisch klopt dat dan niet? En ook bijvoorbeeld studie. Dus oké, je kunt meer studeren. Maar zorgt de studie ervoor dat je daardoor ook een betere moslim bent? Of dat jouw islamitisch denken vooruit gaat? Niet per se. Dus je ziet gewoon dat er heel veel faciliteiten worden geboden. Zodat mensen kunnen floreren in bepaalde aspecten. Ja. Oké. Maar dat heeft niks te maken met het feit, floreer je ook als een moslim? Nee, klopt. Maar ik geloof wel dat het beter wordt gefaciliteerd hier. Dus... Nee, deze aspecten worden beter gefaciliteerd. Okay. Daar heb ik niet. Maar het woord floreren betekent dat je vooruit gaat. Maar terwijl floreren in islam, vooruitgaan in islam, is in islamitische handelingen verrichten. Juist. Is een betere moslim te zijn. Juist. Is eigenlijk werken om islam vooruit te brengen. Maar ook een waarde leveren aan de maatschappij bijvoorbeeld. Middels jouw studie en werk en een mooi salaris. Ja, klopt. Maar hoe waarde leveren? Je kunt bijvoorbeeld met jouw opleiding kun je verkeerde dingen doen. Met jouw werk kun je verkeerde dingen doen. Snap je? Ja. Dus het punt is, floreren betekent vooruitgang. Ja? Ja. Oké. Als we enkel het woord floreren algemeen nemen, dan, of niet van vooruitgang, gewoon algemeen zien, ben ik met jou eens. Ja. Maar wij zijn unaniem wel mee eens dat tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala op nummer 1 staat. Hak. Oké. Kunnen wij dan zeggen dat de punten die je nu hebt aangegeven 100% ook leidt tot floreren in islamitisch denken? Nee, het is geen... Nee. Nee. Dus die correlatie probeer ik te maken. Ah, oké. Ja. Dus ik vind het niet erg om in Europa als een schoonmaker te leven. In de zin van gewoon om beperkt te leven, om geen echte status te hebben, maar dat ik gewoon mijn dien behoud en mijn dien verkondig. Juist. Dat is voor mij floreren. Juist. Snap je? Ja, ik snap hem. Dus daarin heb ik een van oké, wij kunnen veel meer dingen doen. Ja. We kunnen veel meer dingen bereiken. Maar zorg het ervoor dat deze aspecten ervoor zorgen dat ik 1. Mijn islamitische identiteit begrijp, behoud en verspreid. I see a lot of people falling. Snap je wat ik bedoel? Als het om werk gaat, bankwerken, who gives a. Hypotheek, doe ik even. Sociale omgang, snap je? Borrelen, al die dingen. Hmm. Dit zijn wel de side effects die ik niet op de floreren ga zetten. Nee, zeker. Okay. En u wilde ook iets zeggen over de index? Ik heb me daar niet heel erg over ingelezen. Ik wil niet inhoudelijk ingaan van wat je daarover weet. Dat is een punt. So we're talking about this. Kijk, bijvoorbeeld islamitische principes staan ze op nummer 4. Wat zijn, denk je, dat de islamitische principes zijn?
Onder andere veiligheid, bepaalde mensenrechten. Oké, okay. Als we kijken naar veiligheid, klopt eigenlijk niet. Vindt u? Nee, ja. Ook vergeleken met... Vergeleken met andere landen kan er sprake zijn van veiligheid. Maar als we gewoon veiligheid gewoon als in totaliteit nemen... Okay. Nou, we hebben het gehad over zusters die hoofddoek dragen. Ja. Ja, oké. Okay. Nou, je weet wat er met zusters hoofddoek buiten gebeurt. Kan gebeuren, inderdaad. Ja. Wat ook gewoon gebeurt. We hebben het over mensen die bijvoorbeeld door de overheid worden tegengewerkt, terwijl ze gewoon islamitische ideeën verkondigen zonder strijd. Ja. Ik zeg niet dat je per se onveilig dan voelt in Nederland, maar heel veel mogelijkheden worden jou gewoon ontnomen, snap je? Ja, waardoor je jezelf gaat beperken in een bepaald vakgebied of werk. Halal slachten, ik weet niet of je hebt gelezen net, snap je? Bijvoorbeeld voor Idul Adha mogen heel veel slachthuizen mogen niet meer slachten en ze willen het gewoon tegengaan dat er ritueel slachten is. Maar heeft dat te maken met veiligheid of... Nou ja, ik voel mij beperkt. Ik voel mij niet veilig om mijn boodschap te kunnen verkondigen. Dus jij beperkt gewoon mijn islamitisch zijn. Worden wij fysiek geattaqueerd? Onze zusters worden fysiek geattaqueerd. Ja. Sorry, met alle respect, de gebedshuizen worden her en der brieven overgestuurd. Ja, ja. Komen daar clashes. Anderen krijgen ruimte om islam kapot te maken en te beledigen. Ja. Onder de mond van vrijheid van meningsuiting. Mm-hmm. Dus zeer zeker. Kijk, de mate van veiligheid verschilt. Daar ben ik helemaal met je eens. Ja. Maar we moeten nu niet het indruk wekken dat de beleid tegenover de moslims die door Nederland wordt gevoerd, dat dat niks voorstelt. Dat zijn heel... Nee, zeker. En als wij dat blijven accepteren, dan kunnen wij ook de taferelen krijgen die we ook in Andalusië ook kregen. Waarin ze eerst zeiden van, nee, maak geen zorgen, je blijft daar dit en dat, totdat we werden verdreven. Dus de islamitische principes dat... Kijk, islamitische principe van veiligheid. De Ahlul Dhimma kregen pas veiligheid. Ja. Ze hoefden niet in een leger te zijn. En wij gaan jullie gebedshuizen, gaan wij zelf beschermen. Jullie mogen trouwen, sociale transacties voeren zoals je willen. Nou, ik zie hoe onze gebedshuizen worden beschermd. Ik zie hoe dat wij niet onszelf kunnen zijn, dat we bepaalde uitingen kunnen doen. Ik zie hoe jullie verplichten dat we anders moeten denken. Ik zie dat jullie onszelf in jullie integratienota aangeven van, als iemand zegt, sharia staat boven de democratie, of deze punten, dan is hij een radicaal. Jullie bestempelen ons, jullie labelen ons. Het is een assimilatiebeleid. Ja. Snap je dus? Dus de islamitische principe van veiligheid zie ik niet volledig terug. Al is het relatief veiliger, ben ik helemaal met je eens, om je boodschap te kunnen verkondigen, dan in andere landen, gebieden, werelddelen, daar ben ik met je eens. Maar de islamitische principe van veiligheid zijn we veel beter in dan wat Nederland tegenover de moslims doet. Islam is sowieso overal. Ja. Nee, is een haak. Ja, natuurlijk. Ja. Andere punten, dus mensenrechten. Ja, mensenrechten, ja, is ook heel algemeen abstract. Het is algemeen abstract, op zich niet erg. Want kijk, weet je, het is een universele rechten van de mens. Dat is bepaald door de mens zelf. Wij zullen niet dit doen, wij zullen niet dat doen. Dat is gewoon eigenlijk een teaser. Nou, volgens mij ging het om hoe islam bepaalde mensenrechten uitlegt. En hebben ze die principes dus weer vergeleken qua landen. En is Nederland daar ook in gaan floreren? Of ja... Okay, dan moet ik toch inhoudelijk ingaan over universele mensenrechten en een voorbeeld die ze hebben aangegeven. Maar over veiligheid, nee. Dat betekent niet per se dat ik als moslim mezelf onveilig voel. Nee, klopt. Maar ik weet wel dat een gros van de gemeenschap, onze zusters, zich zeker onveilig voelen. Ja. Zich heel erg onveilig voelen. Zeker, zeker. Ik bedoel, als ze zelfs gewoon zonder tussenkomst van een rechter... gewoon gezinnen uit elkaar worden gehaald, mensen in gevangenissen worden gezet, terwijl er, snap je, geen recht aan te pas is gekomen. Juist. Nee. Ja? Zullen we hierbij... Inshallah. Barakallahu fiek voor jouw tijd. Misschien voor de volgende keer weer een sessie. U bent een keer welkom bij Milkshake, als we inshallah de intentie nemen om een podcast te starten. Inshallah. In ieder geval, mogen Allah u belonen, mogen Allah u hart doen funderen op iman, mogen Allah u met Rasulullah sallallahu alaihi wasallam verenigen, inshallah, Firdaus.
Bedankt. Het was echt een heer om hier te zitten. Dank je wel. Een mooie ervaring. Jazakallah. En met mooie broeders, alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallah fik. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala jouw intenties belonen. Amin. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ervoor zorgen dat jij zult floreren. Amin. Inshallah, inshallah. En inshallah zullen wij gewoon vaak met elkaar gewoon zitten en praten. Inshallah, niet. Want jij hebt een hart voor de umma. En inshallah tot de volgende keer. Inshallah, tot de volgende keer. Waalaikumsalam.